Hallo iedereen, als het goed is ben ik live. Ja, alleen mijn mic blaast echt op. Ik weet niet echt waarom dat is. Ik stond hier echt dik in het rood. Hallo, ik weet niet of jullie nu doof zijn. Als het goed is ben ik live. Stop. Nee dan, hou je mond. ja, ik hoop dat jullie oren er nog zijn. Ik zag net dat mijn geluid in het rood ging. Maar volgens mij horen jullie mij wel. Volgens mij zien jullie mij gewoon. Dus dat is mooi. Ik zie dat iedereen kaas spamt. Dus ja, dat. Ik zie dat iedereen kaas spamt. Ik begrijp het niet om heel eerlijk te zijn. Maar als jullie plezier beleven met kaas spammen, dan mogen jullie dat natuurlijk doen. Hallo iedereen. Gaat alles goed? Stuur even miljoenen emojis zoals altijd als alles goed gaat. Als jullie mij horen, als alles helemaal perfect Rooney's is. Ja, dat voor nu eventjes. Iedereen spamt nog steeds kaas. Ik keek even naar rechts en ik zag nog steeds kaas. Yo, horen jullie mij wel? Of zijn jullie te druk bezig met kaas typen? Oh my god, stop. Stop. Vandaag spelen we Euro Truck. Vandaag spelen we niet Kaas Simulator of zo. Hoi Klonnie. Hey, hoe gaat het ermee? Zo, het is trouwens wel ver weg, man, de chat. Nu met deze setup. Ik kan het amper lezen, joh. Ik zet het wel even hier neer. Dus iets makkelijker. Ik ben zo fan. Tof om te horen, Asier. Horen jullie mij goed, trouwens? Zijn jullie niet doof? Ik hoop het niet. In welke server speel je? Nou, dat ga ik zo meteen eventjes allemaal uitleggen. Maar voor nu gaan we gewoon nog eventjes lekker chatten. Zo meteen ook eventjes een naamrondje doen. Eventjes lekker bijpraten. Nee, ik hoor je niet. Oh, nee. Oh, nee. Yo, Dante. Hallo. Je bent echt goed in Eurotruck. Nou, dat zou ik niet zeggen. dat valt wel tegen hoe goed ik ben. In het echt rij ik wel wat beter. In het echt heb ik ook over 2 dagen mijn rijexamen. Over 2 dagen moet ik afrijden. Dus nog eventjes op het laatste moment eventjes lekker oefenen natuurlijk. Lekker in Eurotruck. Kunnen we nu naamrondje? Nee, dit doen we zo meteen over een aantal minuten. Hoi, hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Met mij gaat het ook goed. Kom je net uit Amerika? Want je haar... Wat? Wat? Nee, ik kom niet net uit Amerika. Dat is echt 4 maanden geleden. En dat is een... volgens mij is dat een poging. Is dat een soort joke? Maar ik snap hem niet echt. Maar dat ligt misschien aan mij. Kaas begin. Nee. Als eerste gaan we even chatten. Kom op. Jullie willen meteen dat ik ga beginnen. Maar het is toch ook leuk als we eventjes praten. Friet of patat. Oh nee, daar gaan we al. Daar gaan we al. We beginnen nu al. Jeetje, Mina. Hé, hey, we hebben nu al een superchat van Lucas met de 1,74 €. Tof dat je er weer bent, bro. Tof dat je er weer bent. En als het goed is, komt hij ook zo meteen in beeld. Want nu heb ik ook weer... Oh, wow. Hier. Ja, hier staan de 3 recente donateurs. Dit is een testdonatie. Boven komt ook de topdonatie. En er is zo'n mooie, sappige alert hier. Die komt bij Superchats altijd ietsje later. Bij Tippy Stream komt die ja, vrijwel meteen. Mario Bros. Bloem. Ja! Oh my god! Mario Bloem. Insane. Hou je van kaas? Ja, kaas is prima. Het ligt wel aan wat voor kaas natuurlijk. Maar het gaat wel. I guess. Het ligt wel echt heel erg aan wat voor kaas het is. Ga je truckers MP? Ja, dan moet ik nog even kijken of we singleplayer convoy gaan. Dan kan ik met max 7 kijkers volgens mij. Maar dan heb je dus wel echt een volle wereld met auto's en zo. Terwijl als we truckers MP doen, dan hebben we een hele lege wereld. Maar kunnen wel meer kijkers meedoen. Maar ik kan dus niet zo inschatten hoeveel kijkers hebben truckers MP. Dus zeg dat eventjes in de chat. Hoeveel mensen hebben truckers MP? Hoeveel mensen kunnen nu truckers MP opstarten en nu joinen? En Truckers MP, dat is dus een mod van Eurotruck. Dus dat moet je dan hebben, zeg maar. Kan je dat eventjes laten weten in de chat als je dat kan doen? Want dan weet ik dat ook weer. Dan weet ik of het überhaupt waard is om Truckers MP te doen. Ben je vegetarisch? Ik ben vegetarisch, ja. Nou, eet ik tegenwoordig af en toe wel vis. Een beetje voor het bulken. Maar nu alweer een paar maanden niet meer, zo'n beetje. Wat is je lievelingsdier? Schildpad, I guess. Die vind ik wel heel cute. Ik weet het niet echt. Ik heb niet echt een lievelingsdier, weet je. Ja, dat is lastig. Maar schildpad, die is wel up there, zeg maar. Die is wel echt up there. Kan je Liam zeggen? Liam, bij deze. Klonnie, ben jij cool?
Nou, dat kan ik niet zelf zeggen. Dat moeten jullie toch wel echt zeggen, denk ik. Waar kan je Euro Truck kopen? Gewoon op Steam. Hey, oh, wat? Dat is niet de superchat. Oké, ik zweer, die komt nog, Lucas. Als ik alles goed heb ingesteld. Maar, dit is gewoon weer Flipping Tim die er is. Oh my god, we hebben allemaal terugkerende mensen, zeg maar. Wacht, eventjes kijken. Oh my god, ik heb helemaal niet mijn tippy stream ding opgezet om donaties te bekijken. Oh my god. It's my man Tim, he's back. Hier, we hebben Tim met de 3 euro. Ik ben er weer. Je bent er inderdaad weer, bro. Super tof dat je er bent. Ik hoop dat je gaat genieten van deze stream natuurlijk. En heel erg bedankt voor je donatie. Eventjes kijken. Wat is je lievelingsspel? Op dit moment speel ik heel veel Flight Simulator. Nou, op dit moment speel ik eigenlijk niet zoveel spellen. Want ik ga nu elke dag heel vroeg naar bed. Omdat ik heb dus dinsdag rijexamen. Dan moet ik afrijden. En dan moet ik ongeveer om 6 uur uit mijn nest. Dus ik ga nu elke keer echt super vroeg naar bed. Om dus een beetje voor te bereiden of zo. Dus eigenlijk game ik nu amper. Maar een paar weken geleden speelde ik heel veel Flight Simulator. Dus dat is wel op dit moment mijn lievelingsspel. Maar echt mijn lievelingsspel ooit, dat is wel anders. Hoe heet die mod? Die heet Truckers MP. Maar je moet dus wel op PC spelen. Ik weet niet eens of je dit op de PlayStation kan spelen of zo. Hoe oud ben je? Ik ben 17. Even kijken, hoe lang ben je er? Ik denk dat ik zo 2 uurtjes live ga of zo. 1,5 uur, ik weet niet echt. Lievelingseten. Jeetje, Mina, echt een hele ondervraging. Dat weet ik niet echt. Ik vind Indiase curry's altijd wel lekker. Oh my god, we hebben een nieuwe superchat. Wacht, ik zie hem boven in beeld komen, maar ik ben even door vragen aan het scrollen. Hoi, hoe gaat het met mij? Gaat goed. Ik ga ook zo vroeg naar bed. Nou, lekker toch. Ben je vroeg op, lange dag. Oh, hey, Spidey is ook weer terug. Yo, we hebben echt gewoon alleen maar dezelfde donateurs. En Spidey gooit gewoon even meteen zo'n 5 euro erin. Damn! Yo, Dante, ik ben er weer. Je bent er inderdaad weer, Spidey. Dikke shout-out naar jou. Leuk dat je er weer bent. Ik heb Truckers MP. Oké, hoeveel mensen zijn er nou echt? Ik doe even heel snel. We doen nu eventjes een naamrondje. Ondertussen schrijf ik eventjes een poll. Heb jij Truckers? Heb jij ETS 2 plus Truckers MP? Ja, ik kan het nu opstarten. Oh my god. Nee. Helaas, nee. Alleen ETS 2 en dan geen van beide of zo, weet ik veel. Hele skere pol, maar dit is wel goed, denk ik. Even kijken, werkt die? Wel even eerlijk antwoorden natuurlijk, hè. Maar ja, dat spreekt voor zich. Hey, is dat? Hey, kijk, dat is Lucas. Oké, dus de superchats werken, gelukkig. De tekst is alleen inimini. Of was dat geen... Oh nee, dat was geen tekst. Dat waren alleen van deze dingen, volgens mij. Nou, dan gaan we naar een rondje. Roene... Rindert, Jurre, Mike, Jorn, Rindert, Danique, Koen, Glenn, Remy, Florian, Koen, Venny, Koen, Glenn, Thibaut, Finn, oh my god. Oh, wat? Dit is ook nog eens iemand op Tippy Stream. Oh my god, al deze donaties. Ik kan niet eens rustig een namenrondje doen. We hebben een donatie van rapper George. Dankjewel, bro. Zo kan het amper uitspreken. Rapper George. Met de 5 euro. Heel erg bedankt. En hij zegt gewoon simpel. Hoi. Nou, hallo meneer de rapper. Insane. Heel erg bedankt. Dikke shout naar jou. Jano, Kees, Gijs, Max, Dariel... Jaden, Jano, Ruben, Kian, Milan, Sander, Colin, Daniel, Keano, Mike, Brent, Jano, Luc, Mathis, Tibe, Noah, Colin, Jaden, Mats, Max, Lorenzo, Milan, Joost, Luc, Jure, Jason, Milan, Asier, Mats, Milan, Riley, Laila, Jason, Gijs, Jaden, Jano, Colin, Jason, Luc, Dariel, Marcus, Mathis, Marvin, Philippe, Jasper, Milan, Matsko, Ant, Kasper, Seel, Rio, Niel, zeg je dat zo? Of Neal? Dat weet ik niet. Sorry. Arthur, Walid, Rio, Fayenne, Isaac,
Gijs, Casper, Lisando, Siep. Oh my god. Oké, dat is de superchat. Ik dacht al. Ik schrok al. What? Oh ja, trouwens, ik heb nu niet zo'n Fortnite Battle Royale. Want ja, we spelen natuurlijk nu geen Fortnite. Dus ja, dat. Ik kon eventjes niks voor Eurotruck verzinnen. Als jullie nog suggesties hebben. Nou ja, op zich als dit de enige Eurotruck stream blijft, maakt het niet zo heel erg veel uit. Maar wie weet, komen er wel meer. Als jullie het echt heel leuk vinden, show jullie support door middel van de like. Als jullie meer Eurotruck streams willen zien, maar ook als jullie meer Eurotruck video's willen zien. Zoals gewoonlijk doen we bij de 500 likes nog een extra naamrondje. Voor nu maak ik deze nog eventjes af. Leon, Sef, Gijs, Rio, Tessa, Ruben, Daan, Glenn, Bob... Bijn, Luciano? Luciano. Er stond volgens mij Luciano. Kom op, Dante. Je moet even beter worden met namen een keertje. Orlando en Rindert. Of Rindert zou ook best wel kunnen. Finn, Luc, Remy. Iedereen spam meer. Oh, dat vind ik leuk om te zien. Dat vind ik leuk om te zien. Maar een like is genoeg. Een like is genoeg. En natuurlijk wel even de stream open houden. Oh. Even kijken. De likes zijn weer gebukt. Dus ik kan weer zeg maar niet zien hoeveel likes er zijn. Bij mij staat er nog één like. Misschien is dat ook wel gewoon de realiteit. Dat zou ik wel heel sip vinden. Please laat even een like achter. Want we hebben nu nog één like. Oh ja, hier staat de poll. Oké. De mensen die Eurotruck hebben, die hebben ook Truckers MP. En even kijken. Er zijn meer dan 200 stemmen. Dus dan is het wel leuk als ze Truckers MP doen. Oké, dan ga ik die even updaten. Nee, ik dacht misschien zijn er letterlijk echt maar 2 mensen die op ja stemmen. Dus dan kan ik ook gewoon normaal singleplayer convoy, want dat is dan in dat geval leuker. En wat natuurlijk ook wel een ding is dat ik geramd kan worden in Truckers MP. Nou kan ik dan natuurlijk, ik heb alles op stream, dus daar ga ik jullie bannen. Nee, nou, wie weet. Jersey, Achiel, Sam, Imran, Jaden, Miguel, Koala Gast. Gijs, Fico, Robin. Nou, dat was er wel eventjes voor nu. Nogmaals, bij de 500 likes een nieuwe. Voor nu zet ik weer eventjes dit alien-apparaat op mijn koptelefoon. Want ik wil natuurlijk wel eventjes die sappige headtracking hebben. Want anders moet ik weer met de muis gaan spelen en daar word ik zo verschrikkelijk naar van. Dan moet ik wel eventjes een key instellen, een toets, om even te disablen. Want ik heb dus center, maar ik moet ook even stop tracking. Oh nee, toggle tracking. Ja, of wat bind ik dat? Want ik heb het meeste wel. Ik doe wel op down arrow. Ik hoop niet dat ik die gebound heb. Wow, oké, als het goed is doet het het. Yes. Oh. Shit, wat ben ik allemaal aan het doen? Sorry. Ik moest even mijn headtracking goed instellen, want hij zat er amper in. Nou, even kijken. Mijn Truckers MP is even aan het updaten. Hij is nu net klaar. Moet ik ook met de sneeuwmod spelen? Met die ijsmod ga ik trouwens niet spelen. Die ga ik er echt uithalen. Even serieus. Weten jullie dat nog van de video? Hebben jullie trouwens de vorige Eurotruck video niet gezien? Ga hem even checken. Was een hele leuke video. Zo rond de kerst geüpload of zo. Even kijken. We gaan beginnen hoor. Maak jullie maar geen zorgen. Ik moet alleen heel eventjes de Frosty Physics Boom verwijderen. Want dat is echt verschrikkelijk. Daar was ik bijna geband. Trouwens, fun fact voor de mensen die die video hebben gezien. Ik ben niet geband. Ik ben oprecht niet geband. Ik weet niet of de mods zijn verzoek. Voor de mensen die niet weten waar ik het over heb. Ik speelde dus deze multiplayer mod. En als je dus express crasht, dan word je geband voor 2 weken of zo. Wat ik dus deed, was ik wilde invoegen op de snelweg. Maar ik keek niet. Gewoon, weet ik veel, ik keek niet. En toen botste iemand dus tegen mij aan. Eigenlijk was ik meer tegen paaltjes aangebotst en daardoor botste hij tegen mij aan. Maar in ieder geval, ik had een ongeluk veroorzaakt en toen zei hij van, bro, ik ga je bannen in de chat. Toen dacht ik, nee, ik ga geband worden. Dus dit is de laatste Truckers MP video voor de komende tijd. Alleen, ik ben dus niet geband. Ik weet niet of de mods zijn verzoek hebben afgewezen of dat hij gewoon het vergeten was. Of dat hij dacht van, nee, wat een lieve jongen, dat doe ik hem niet aan. Weet ik veel. Ik start het op. Ik weet niet eens of ik chat kan gaan lezen, man. Die chat die staat echt een kilometer ver weg.
Kan je meer Eurotruck videos maken? Die gaan er zeker weten aankomen. Ik heb nog een hoop plannen voor Truckers MP en voor speciaal transport. Er gaan nog een hoop dingen aankomen. Alleen eerst, het is een beetje stom, ik zit nu al een soort van een week een beetje laid back YouTube te doen. Omdat ik ben nu al een week lang aan het stressen. Omdat ik dinsdag rijexamen heb. Het is zo flipping stressvol. Echt niet normaal. Begin nooit met rijlessen. Even kijken, ik moet het nu in beeld zetten natuurlijk. Ja, we moeten nu trouwens wel even gaan beginnen. Ik ben al flipping een kwartier live. Ik lul altijd zoveel. Game capture. Eurotruck. It works. Boom. Oké, even kijken. Oh, Simulation 1 is lekker vol, maar geen wachtrij. Oh, dat is nice. Oké. Hoezo mag je max 90 km per uur? Oh, speed limiter. Oké, nou, ik ga Simulation 1. Wil je mij joinen? Als je wil joinen, dan... Als je überhaupt Truckers MP hebt, weet je vast wel hoe het werkt. Dus ik hoef eigenlijk niet zoveel te zeggen. Jullie vinden mij sowieso wel gewoon. Even kijken. Oh ja, de mods die staan automatisch. We gaan even op de Unlimited Money Hank Play... Save ding. Hai, dit is alle thumbnail maak dingen. Crap. Welke moet ik dan pakken? Want volgens mij ligt hier een keihard gecrashte truck. Ik pak deze wel. Voor thumbnails moest ik zo lang kloten, hè. Om de perfecte crash te krijgen. Echt 10 keer reloaden de save. Doe de beste truck in de game. Ja, we kunnen ook even samen een truck gaan kopen. Dat is misschien wel leuk. Dit zie ik wel iets meer als een chill stream. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Gewoon even een iets rustiger stream. Niet zo hyper. Oh my god! Nou, dat gaat ook wel komen. Je slaat mij over. Oh, sorry, Gitano. Het spijt me. Maak een video van Sons of the Forest. Ik moet nu een beetje zo praten om de chat goed te kunnen lezen. Maak hier een video van Sons of the Forest. Dat wilde ik eigenlijk wel doen, maar nu ben ik die game een beetje vergeten. Maar ik vond de game eigenlijk niet zo heel leuk meer. Ja, ik weet niet. Welk stuur heb je? Dit is G27. Kan je al echt 5 jaar niet meer kopen. G29 is een alternatief. En dit is een Dellen clip. Headtracking. Ik ben nu lijp aan het pluggen, maar dit ding vind ik oprecht wel nice. Hij is 50 euro of zo. En deze dude die maakt ze zelf in Engeland of zo. Alleen, je moet wel importkosten betalen, dus het is meer 80 euro of zo. Maar het is sowieso wel beter dan TrackIR. Dat is eigenlijk gewoon een soort van de mainline versie van dit. Maar dat is exact hetzelfde, maar dan echt 150 euro of zo. Nu is het echt een gekke plug ineens geworden. Ik word niet gesponsord. Ik ga trouwens niet meer van die verzoekjes doen. Ik weet dat ik alsnog elke stream wel die vragen beantwoord. Maar of ik Modern Warfare 3 ga doen, Minecraft. Vandaag spelen we gewoon Eurotruck, oké? Dus ja, wil je meedoen? Ik doe Truckers MP Simulation 1. Dus de eerste server. Als eerste gaan we nu denk ik eventjes een nieuwe truck kopen. Ik weet niet eens hoeveel trucks ik heb. Ik heb echt geen idee. Oh, ik heb maar 1? Really? Kan er meer hierin? Ik denk dat er wel meer in deze garage kan. Ik wil namelijk eventjes een nieuwe truck kopen. Use trucks. Oké, cool. Even kijken, wat hebben we? We hebben Iveco, Scania en Mercedes-Benz. We kijken wel even bij Mercedes. Buy online. Oh, dat kan natuurlijk weer niet. Nou, we vissen het er wel even. Wat is je all-time favoriete game? Dat is denk ik wel Great Ace Attorney en Outer Wilds. Gedeelde plek. Eerste plek. Ik weet niet waarom, maar... Gewoon zieke games. Nou, ik weet wel waarom, maar... Ja, dat. Ziek. Waarom antwoord ik zo goofy, man? Misschien moet ik inkomen. Hoe kom je in Truckers MP? Je hebt gewoon Euro Truck Simulator 2. Dan ga je naar Truckers MP op Google. Website staat alles uitgelegd. Wat zullen we doen? Willen we in een truck rijden of gaan we in een auto rijden? Of in een bus? Dus is het misschien ook wel stom als we dan ineens in een auto gaan rijden. Deze vind ik wel heel sick. Vind ik oprecht wel een contender. Oh ja, ik wilde eigenlijk even bij de andere dealers gaan kijken, maar dan moeten we weer travelen. Misschien ook gewoon deze. Even kijken als we de configuratie aanpassen. Ik hou van Mercedes. Nou, mooi. Nou, voor jou is deze dan. Bus. Oh, dat is één iemand die bus zegt. Ik dacht al, wat? Iedereen wil ineens bus. Nou, stop even met spammen. Ik heb expres geen slow motor opgezet, omdat ik dacht van, joh, ik kan jullie wel vertrouwen. Dus please, spam niet te veel. Nieuwe motor pompen we er wel even in natuurlijk. Dus dan hebben we deze. Die mic moet trouwens wel laag, anders werkt die hele tracking niet eens. 12 speeds, ja dat klinkt goed. Ik kan ook deze doen. Hoezo is deze slechter? Ratio, bro, ik hou wel gewoon dit.
interior. Je kan echt geen reet aan dit ding aanpassen, hè. Dit is, dit doen we dan maar. En de kleur gaat het dan meer om, denk ik. Alleen de liveries vind ik altijd zo stom. Er zijn echt amper coole liveries. Als je zo online kijkt, heb je echt van die lijpe liveries. Maar deze zijn best wel gaar. Ik weet niet of ik iets mis. Zou heel goed kunnen. Zou dit deze kunnen doen? Oh my god. Ja, want deze heb ik zeg maar allemaal al gehad. Ja, misschien kan je ook voor Truckers NP mods installeren. Want ik dacht ook altijd dat je zo'n soort kerstboom kon doen in Truckers NP. Maar dat kon ik uiteindelijk nooit vinden. Je moet Iveco doen. Ah, maar er is net al iemand die zei dat hij Mercedes leuk vond. Dus dan doen we dat, denk ik. Hoe ben je zo hoog level? Save file editen. Dat heb ik niet legit gespeeld. Dit is oprecht wel een beetje een probleem met die mic. Want ik moet echt zo chat lezen. Heb je een Discord server? Ja, die heb ik. Maar die is in principe discontinued. Hij is nog wel open. Maar het is meer nu een soort van vriendengroepje geworden. Wat is je meest gespeelde game? Dat is denk ik toch wel Counter-Strike, hoor. Counter-Strike, ja, sowieso. Ja. Deze liveries vind ik allemaal stom. Dat is dus een beetje het probleem. Dit vind ik eigenlijk een soort van de enige coole, hè. Maar ja, die hebben we al gehad. Nou, we doen het maar. Ik had gehoopt dat er meer dingen zouden zijn, maar dat heb je dus echt amper. Weet iemand of je dus ook die customization mods kan installeren voor Truckers NP? Misschien mis ik ook gewoon niet. Zou heel goed kunnen. Even kijken. Ja, want je hebt alleen deze dingen. Maar ik ga niet met vlaggetjes rondrijden van Truckers NP. Ben je helemaal gek geworden, hè? Wie doet dat nou? Ja, dan kunnen we eigenlijk alleen deze wielen halen. En weer zwarte velgen. Je kan nooit echt heel erg veel customizen. Dat vind ik altijd een beetje jammer. Wow, hoezo kan ik hier dan ineens zoveel? Ik wil gewoon hetzelfde. Ja, ik doe het anders wel even heel snel dit. En dan gaan we gewoon lekker beginnen voordat jullie verveeld raken. Zo, ja, dit hebben we allemaal gehad. Ja, oh, wat? Hier kan je ook alleen maar horns doen? Oh, nee, nee. Oh, je kan hier nog wel meer. Deze vind ik eigenlijk een beetje lelijk. Dat doen we maar niet. En dan deze. Oh, wat? Hier kunnen we wel heel veel opzetten. Oh, dat is sick. Kom, we gaan alleen maar toeters doen. Gewoon alleen maar toeters. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Oh my god. Hoe hard zal die toeter dan wel niet zijn? We kunnen ook alleen maar lichten doen. Misschien is dat ook wel grappiger. Even kijken. Ja, het is stom dat je camera daar amper krijgt. Dit ziet er zo dom uit. Even serieus. Oh my god. Oh. Ja, eigenlijk wil ik het wel houden. Ik vind het ook wel weer grappig. Ja, dit houden we gewoon. Boeien. Boeien. Ik rijd dit ding toch ook in de prak. Binnen de kortste keren. Hier kan je alleen maar een autootje neerzetten. En volgens mij kan je... Oh, wat? Hier kan ik wel dingen zetten. Maar het is ook alleen maar... Het zijn ook alleen maar stomme dingen. Dan doe ik wel gewoon 3 Rocket League auto's. Wat dacht je daarvan? Dit. Oh, dat zijn al die buitendingen. En hier kan je ook alleen maar Truckers NP dingen zetten. Ja, maar zo fan ben ik nou ook weer niet van Truckers NP. Sorry hoor. Wat kan ik hier? Fruitbox. Oké, sure. Nou, confirm 350k. We kunnen ook wel even een keertje gaan rijden. Anders wordt het misschien een beetje saai. Hoppa, drive. We doen wel een Düsseldorf. Nou mensen, ik begin dus in Düsseldorf. Wil jij met mij rijden? Ga dan eventjes lekker naar Düsseldorf toe. Ja, dat is letterlijk het enige wat je hoeft te weten. Je moet Truckers NP Simulation 1. Dan kan je met mij spelen. Wat is je minste gespeelde spel? Elk spel dat ik niet heb gespeeld. Oh my lord, het is druk. Holy moly. Oké, okay. Oh mensen zeggen al klonnie. Oh nee, daar gaat het al. Daar gaat het al. Kan je meer live hiervan doen? Als jullie het leuk vinden. Show even jullie support via een like. Succes, man. Ja, dankjewel. Wens me please sterkte, want dit gaat echt een hel worden. Ja, er zijn nu al allemaal Nederlanders. Dat is wel echt leuk. Dat is wel echt leuk. Ik ben fan, Klonnie. Tof om te horen, Kim. Waarom heb je Mario Bros. Wonder niet uitgespeeld? Ja, sorry. Er zijn echt gewoon dingen tussen gekomen. Ik vond het oprecht een hele leuke game. Misschien stream ik het dan nog een keer voor de lol of zo. Als ik meer tijd heb. Waar gaat de reis heen? Dat is een hele goeie. Oh, ik zit helemaal niet in Düsseldorf. Ik zit in Rotterdam. What? Oeps. 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 Ik heb net Düsseldorf gezegd. Ik heb net Düsseldorf gezegd. Ja, dan gebruik je gewoon even een quick travel knopje. Dat kan ook gewoon. Oh, wat?
Blijkbaar heb ik Special Transport. Ik kan me niet herinneren dat ik die DLC heb gehaald. Oeps. We kunnen Special Transport doen. Oh nee, ik moet natuurlijk wel in Rotterdam. Oh, dit is wel zieke cargo. Ja, we doen deze. Luxemburg, dat is wel nice. Zitten we even een beetje in de buurt van Drucalais. Oké, we gaan van Rotterdam naar Luxemburg en niet Düsseldorf. Hoppa, daar zijn we. Ik moet alleen wel even een hoop zooi gaan instellen, want hier word ik al helemaal naar van. Eigenlijk alleen van dat. Nou, en dan kan ik gaan oefenen voor mijn rijexamen over 2 dagen. Ik word alleen wel heel naar van die mic. Ik hoop dat jullie mij nog goed horen. Oh, ik zit in automaat. Dat is wel... Dat gaan we eens eventjes lekker niet doen. Het heeft gewoon een half uur geduurd voordat we gingen spelen. Dat is echt nice. Eindelijk antwoord. Al sinds het begin van de stream aan het spammen. Ja, het spijt me. Het zijn zoveel berichten. Oh my god. Dat was ik even vergeten. Mensen gaan natuurlijk heel hard toeteren. Oh, mensen praten ook in voice chat. Ja, ik ga niet voice chat, denk ik. Want ik heb geen idee hoe dat werkt. Nou, join lekker Truckers MP. Kom lekker naar Rotterdam toe. Voor nu ga ik alvast even beginnen met de reis. Oké, het moet natuurlijk wel goed gaan als ik over een hele korte tijd examen heb. Dan moet het nu wel goed gaan. Oh, turn on your headlights. I am sorry, man. Kick within 10 seconds. Dat is ook echt insane. Ik kan ook totaal niet stoplicht zien. En dat toeteren was ik wel vergeten. Misschien kan ik het toeteren uitzetten. Zou kunnen. Stop even met spammen, anders zet ik er gewoon weer delay op. Hoppa, daar gaan we. Oh ja, ik moet hier natuurlijk wachten. Het is bolletjesverkeerslicht. Oh, en nu sta ik midden op de weg. Please. Oké, ik moet hem hiervoor gooien. Nee, oké. Gaat die dude ineens harder rijden? Oh, wat? Oké, het is rood. Dankjewel. Gaat die dude ineens harder rijden, man? En het is ook... Wat? Hé, hey, ik weet best wel zeker dat het rood was. En die dude gaat er gewoon even voor. Wat? Oké, het begint nu al. De shenanigans beginnen nu al. Waar heb ik ruitenwissers? Oh, hier. Jeetje, Mina. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Ja, maar in de auto kan ik zeg maar... kan ik iets meer confident hem er zo voor gooien. Oké. We checken de spiegels. Oh ja, wie botst daar nu weer tegen me aan? Verdorie. Sorry trouwens als ik ook een beetje stil ben. Want ik wil het oprecht goed doen. Want ik schaam me als ik straks examen moet doen. En het gaat hier niet goed. Oh nee, ik ben hier echt gestrest, man. Ja, het was rood. Waar heb je het over? Wat is rood? Veel succes met je rijexamen. Ja, I'm gonna need it. I'm gonna need it. Oh, sorry. Ik hoop niet dat jullie nu doof worden omdat ik mijn mic even plaats. Nee, echt. Ik heb die sterkte oprecht nodig. Want dit gaat insane worden. Want ik moet dus om 6 uur 's ochtends uit mijn bed. Om 7 uur 's ochtends word ik opgehaald. En dan begin mijn examen om 8 uur. Maar in principe begin ik echt met rijden om 8:30. Maar het is dus gewoon donker. Als het goed is gaat het dan niet regenen. Het is wel echt een must dat het niet regent dan. Jeetje, ik ga constant tegen mijn mic aan. Oh my god. Nee, maar als het die dag regent, die ochtend, dan ben ik... Oh my god. Nee, maar als het die ochtend regent, dan ben ik oprecht done voor. Dan ben ik echt done voor. Want je ziet amper de wegmarkeringen en zo. En ik ben al moe en dat soort dingen. Ja, het gaat ongetwijfeld heel lastig worden. Maar ik maak volgens mijn rijinstructeur oprecht wel een beetje een kans. Dus het moet goed komen. Misschien. Heel misschien. Is het geluid trouwens goed? Dat weet ik eigenlijk niet echt. Is het geluid goed? Nou, ik ga even mensen gewoon bannen. Want dit is zo annoying. Anders vraag ik even een moderator in de chat. Stop alsjeblieft even met spammen. Het is heel irritant. Stuur alsjeblieft gewoon normale dingen in de chat en niet alleen maar gespam. Daar word ik zo moe van. Nou, zijn dit allemaal Nederlanders of niet? Want nu heb ik alleen maar 2 mensen gezien. Yo, hoeveel mensen zijn echt onderweg op het moment? Naar zeg maar mijn locatie. Mijn flipping, force feedback werkt niet meer. Oh my god. Oh, nu weer wel. Gelukkig.
Het geluid is goed. Oké, serieus? Dankjewel, bro. Dankjewel voor het doorgeven. Nou, daar gaan we. Oh, hier is ook Daniel. Oh, ja, dit staat ook Holland. Ja, hij doet het ook. Met een bootje heeft hij. Moet er wel even inrijden, anders krijg ik straks dikke collision met jou. Ik weet niet echt hoe dat werkt. Ik ga het gewoon proberen. Daniel gaat me toch niet bannen. Oké, we wachten even op deze gast. Succes met rijexamen, dankjewel. Wat doet deze man? Waarvoor stopt deze dude? Hij had niet eens zijn richting aan. Worden ze uitrit, hè, meneer? What the hell? What the hell? Ja, of hij wacht op mij. Zou goed kunnen, zeg maar, dat hij Nederlands is. Oké, wij gaan nu onderweg naar Brussel, maar we gaan naar Luxemburg. Oké, stopbord. 2 seconden stoppen. 1, 2... Oh my god, wat doe ik het goed. Ja, dit is oprecht hoe je bij het CBR moet rijden. En dan linker rijstroke, als het goed is. Oh my god, ik ga half door de sneeuw. Oké, dit ga ik gewoon inhalen. Ik weet niet wat hij hier allemaal... Oh, frikandel! Pas op, meneer! Wat is dit nou weer? Man checkt totaal niet zijn spiegels. Oh, dit gaat zo leuk worden. Ik heb hier echt zin in! Oh my god, ja, dat was ook al een fout van mij. Ik check dus... Oh my god, ik ga zo flipping traag. Ik ben niet aan het schakelen. Ik ben aan het praten. Nice. Ik weet niet of dat mijn schuld was. Nee, ik deed mijn richting al aan voordat ik mijn spiegels had gecheckt. Ik doe al deze dingen niet in het echt, overigens. Oh ja, nice. Over de vluchtstrook. Oh my god, we gaan echt chaos veroorzaken in deze flipping truckers en pay-server. Is er ook nu al file? Maar dit zijn gewoon allemaal kijkers, of niet? We zijn gewoon een file aan het creëren met kijkers. Dit is sick. Ik ga even inhalen. Oh, ik word keihard afgesneden hier. What the hell? En dan gaat hij toeteren. Oh, dit gaat echt chaotisch worden, man. Dit gaat echt chaotisch worden. Wat is dat nou weer voor lelijke rap? Gaat deze dude nou heel traag? Of probeert hij mij te blokken? Ik ga gewoon zo langzaam. Insane. Oh my god, wat doet die auto? Hij gaat rechts inhalen, man. Oh my god, ik ga echt keihard geramd worden. Yo, ik had wel verwacht dat het een beetje volwassen zou worden dit. Maar helaas niet. Oh my god, dit is insane. Oké, ik weet niet of ik dit heel lang volhoud. Want ik had dus niet verwacht dat het alleen maar gekloot zou zijn met autootjes. We moeten nog even kijken hoe dit gaat worden. En ook even kijken wat jullie ervan vinden. Als jullie dit entertaining vinden. Ik vind het op zich ook wel grappig. Maar ik bedoel meer als jullie het niet leuk vinden. Oh my god, dit is echt insane. Dit is echt insane. Wat vinden jullie hiervan, mensen? Dat ik heel de stream alleen maar geblokt ga worden. En dat het echt alleen maar een flipping dikke survival challenge is. Het is gewoon een soort Euro Truck Wipeout parcours. Even serieus. Dit is echt... Ah, anders maar even rechts in, meneer. Nou, ik ga gewoon keihard geramd worden in deze vangrail hier. Dat weet ik gewoon zeker. Dat is gewoon echt zo. Deze man gaat ook zo eng in mijn dode hoek hangen. Deze dude gaat mij keihard rammen. Oh, hij wilde wegrollen, of niet? Oh nee, kijk daar links. Kijk daar links. Zien jullie dat? Ik hoop dat jullie dat zien. Oh my god. Dit is echt... Ik weet niet echt of ik zeg maar beschermd word. Of dat deze mensen me allemaal keihard willen rammen. Het lijkt nu meer op bescherming. Nou, dat weet ik niet echt. Yo, niet in slaap vallen, meneer. Holy moly. Oh my god. Oké, het was die auto. Oh nee. En oh nee, La Ridder, die is nu down. Volgens mij was dat een echte speler. Oh my god, die flipping auto, man. Die auto kunnen we nu zo hard bannen, echt. Insane. We kunnen ook een ad meer roepen. Dat zou ook echt grappig zijn. Je kan zoveel mensen laten bannen. Oh my god. Ja, wat vinden jullie hiervan? Wat vinden jullie hiervan? Nee, niet leuk. Niet leuk, saai. Oké. Okay. Nou, we kijken nog eventjes hoe lang dit door blijft gaan. Als het echt niet meer leuk wordt dat er echt alleen maar gecrashed is... dan ga ik anders gewoon niet met kijkers. Of... Oké. Okay.
Dan ga ik of niet met kijkers, of dan gaan we gewoon singleplayer convoy. En dat ik een beetje de mensen goed uitkies. Dus als iemand gaar doet, dat ik hem gewoon kick. Want zeg maar, singleplayer convoy heb ik iets meer zelf het in handen. Ik kan nu ook mijn track IR niet meer enabelen. Dankjewel. Oh my god. Ik heb hem op een toggle staan, maar dat werkt dus niet meer. Nou, nu even geen headtracking dan maar. Wat? Oh, dat was mijn schuld volgens mij. Crap. Ja, maar nu was ik niet aan het opletten. Oeps. Niet mij bannen, alstublieft. Niet mij bannen. Mensen kunnen mij nu ook zo hard framen, trouwens. Ben die groene... Ja, die groene Tesla kan ik dus niet zoveel aan doen, want ik ben niet de eigenaar van Truckers NP. Volgens mij mag dit niet, maar dat zal wel. Hij gaat mij zo hard brakechecken. Oh nee. Nou, ik kan niet kijken of iemand van rechts komt. Want mijn headtracking, dan vermoed ik even al tabben. Oh my god, die guy wordt echt gesqueezed. Oh, ik wilde hem squeezen. Ik wilde hem echt squeezen. Hij ging zo tussen die twee trucks. Wat? Nee! Oh my god! Wat de hel, man? Ik zag dat gewoon gebeuren. Wat gebeurt er allemaal? Oh my god. Hoezo is hier nu ook geen admin on-site eigenlijk? Ziet hij niet hoeveel damage hier is? Hier, al deze mensen gaan gone, man. Worden die niet gekickt? Ik heb geen idee. Ja, ik maak zo meteen wel eventjes een poll als we er zijn. Het duurt niet super lang meer, maar als we er zo meteen zijn, dan maak ik eventjes een poll van of jullie dit willen zien. Zo in de chat lezen is een beetje lastig. Ik heb niet zo goed... Wat gebeurt er allemaal? Maar ik heb niet zo goed nagedacht over de chat, want ik zie het dus onder. Je kan reporter door tappen en op de naam te klikken. Ja, maar ik heb dan ook zeg maar gameplay footage nodig en ik heb geen zin om dat nu te sturen. Oké, dit is oprecht echt best wel gaar. Nu vind ik het ook niet meer zo leuk worden eigenlijk. Ik vind het eigenlijk extreem kinderachtig een beetje, maar ja. Anders ga ik zo meteen wel gewoon singleplayer. Ik had eigenlijk niet zo verwacht dat het zo uit de hand zou lopen. Het zijn niet eens zo heel veel mensen. Ja, die Matthijs die doet wel aardig gewoon volgens mij. Al die mensen die gekikt worden. Oeps, ik was niet echt aan het opletten. Wat gebeurt hier ook allemaal? Geen idee echt. Geen idee. Oh my god, kijk hoe druk het daar is. Jeetje, gelukkig hoeven we daar niet heen. Dat is echt gewoon een ban-file. Als je in die file gaat, word je keihard geband. Het is gewoon onmogelijk om met al dit lag en zo niet in een ongeluk te komen. Nee, ik vind het wel leuk. Nee, oké, als jullie het leuk vinden. Op zich vind ik het ook wel grappig, maar ik denk meer een beetje aan de mensen die een serieuze Eurotruck stream een beetje willen zien. Met toch al een beetje fun. Maar niet zo heel extreem. Oké. Gaat u nog wat doen, meneer? Ja, dat is een beetje het probleem met dat rubber banden. Ik kan hem ook niet echt ruimte geven, want de ene keer gaat hij super snel en de andere keer super sloom. Dan weet ik het ook niet echt. Nice. Wat? Gaat die strook niet zo weg? Zit je niet op een flipping vluchtstrook? Wow, wat gebeurt er? Ja, dan moet je niet op een vluchtstrook gaan, meneer. Het was ook helemaal geen taper-ding. What? Ja, ik kan dus ook niet mijn spiegel checken. Wacht, ik moet echt even hulpspiegel doen, dan is het gevaarlijk. Ik kan die nu niet checken. Ik kan zeg maar ook niet mijn camera bewegen. Dat is een beetje het probleem als je headtracking zeg maar aanzet in de game, maar hem vervolgens niet aanzet. Nou, oké, op zich gaat het nu wel. We hebben een beetje de bad guys gefilterd volgens mij. Fijne jaarwisseling. Jij ook, jullie allemaal trouwens. Fijne jaarwisseling. Oh nee. Oh, dankjewel dat je me ruimte geeft, want ik was niet aan het opletten. Hallo Daniel. Kijk, Daniel is gewoon lekker even een boot aan het vervoeren. Ik wil ook wel even iets langzamer gaan voor Daniel. Ja, hij knippert met zijn licht, hè. Maar we rijden nu al in België, of niet? Ja, we rijden nu al in België, want we mogen ook 90.
Wow. Insane. Die lizard heeft echt een mind of his own. Ja, dankjewel. Gelukkig nieuwjaar, dankjewel. Jullie ook. Als je vehicle te lang malfunctioned, kan je gekickt worden. Ja, maar dat is toch niet zo? Want als je malfunctioned, dan staat je motor gewoon uit. En je motor mag uitstaan zonder lichten. En die melding komt in beeld. Volgens mij omdat het gewoon echt een milliseconde is dat je even je lichten niet aan hebt. En 10 seconden malfunctionen, dan moet je ook wel echt iets fout doen. En dan bel ik gewoon snel die service op. Maar ja, nu zijn we... We zijn in principe bijna in België. Of in Luxemburg. Maar deze manier duurt het heel lang. Oh, we laten trouwens nu wel Daniel achter, helaas. Ik wou net zeggen, nu is het even vrede. Maar ik zie die man heel creepy mij inhalen. Oh, ik had helemaal niet door dat ik op mijn uitvoer zat. Sorry, ik ben hier ook niet echt aan het opletten nu. Ik ben ook chat aan het kijken. Goede oefening dit. Hier in de bocht. Gelukkig heb ik die physics niet, hè. Dat zou echt slecht aflopen oprecht. Die physics maakt het zo lastig. Nou ja, lastig. Je moet gewoon heel langzaam rijden. Welke server zitten we? Simulation 1. Misschien moet ik trouwens straks. Dat is wel eigenlijk even een goeie. Laatst van... Ja. Nou ja, het probleem meer is... Ik wou net zeggen, we kunnen een no-collision server pakken. Maar ja, daar is niemand. Dan kunnen we net zo goed gewoon convoy pakken. Want dit zijn toch echt maar 7 andere mensen. Hoe gaat deze game? Ik vind het echt leuk. Het idee normaal gesproken is dat je gewoon singleplayer speelt. En dat je gewoon heen en weer rijdt. Je delivered cargo. Oh, hij geeft mij ruimte wat lief. Je delivered cargo. Met trailers en zo. Je, gewoon als een echte trucker. En op een gegeven moment koop je trucks. Je start een bedrijf. Je kan truckers inhuren. Dat is best wel cool. We gaan echt heel hard trouwens. Je mogen ook maar 40. Oh. Wat ook niet meer in adviessnelheid. 40 is ook zo'n raar getal. Misschien is dat gewoon in België. Oh, ik dacht even dat die mensen aan het spookrijden waren. Ik was al echt even bang, hoor. Ik was al oprecht even bang. Ik dacht, nee! Meer Nederlanders die mij willen ombeuken. Oké. Nou, we kunnen weer hard. Naar 80. Oh nee, naar 90 blijkbaar. Ja, in België is het allemaal anders. Oh, hier komt een dude. Die komt best wel hard aan. Ik hou even gas terug. Neem even gas terug. Oh, dat is ook helemaal geen invoer. Nou, maakt niet uit. Ja, de wegen in euro... Oh my god! Holy moly, wat gebeurt er? Die dude breakcheckt ons echt allemaal. Ik dacht, hij lagt alleen een beetje. Maar hij breakcheckt echt lijp. Oh my god, wat doe ik allemaal? Nu ga ik juist sloom. Oh, nu hou ik al het verkeer op. Ik ga even naar rechts. Oh, die dude komt hard aan. Die gaat echt beuken tegen mij. Oh, net niet. Oh my god, wat gebeurt er allemaal? Ik wilde net zeggen, de wegen zijn soms zo raar in Eurotruck. Ik zag het al aankomen, maar ik wilde er al gewoon niks aan doen. Ik had gehoopt dat hij zou crashen, namelijk. Oh, deze man. Kijk links. Oh, kijk links. Oh, kijk links. Kijk links. Hij gaat ertussen. Hij wil ertussen. Ik ga hem er niet tussen laten. Gassen. Oh nee, hij wilde toch niet tussen. Oh my god, wat gebeurde daar ook trouwens? Ja, nu is het wel iets normaler. Nu is het meer gewoon je moet opletten. Maar niet zo die focus. Hoe kun je dit spelen? Je hebt Euro Truck Simulator 2 nodig. Dat kan je kopen op Steam bijvoorbeeld. Het is gewoon een groot platform waar je spellen kan kopen en spelen. En dit is dan toevallig met de truckers en P-mod. Dat is ook niet de bedoeling, Sales Scania. Oh, dat getoeter ook. Oh, dat is mijn parking brake. Dat is niet mijn toeter. Dat is absoluut niet mijn toeter. Oeps. Oh crap, is dit een admin? Oh my god, hij brakecheckt de admin. Oh my god. Dat is volgens mij een admin. Oh, maar ik was helemaal niet echt goed aan het rijden. Oh my god, hij brakecheckt volgens mij een admin. Of een mod, ik weet niet. Oh my god, dat moet je echt niet doen. Dat moet je echt niet doen. Oh my god. Hij is niet meteen gekikt volgens mij. Nou, hoppa, naar Luxemburg. Kijk, nu gaat het wel goed. Ik kan het wel.
Ik kan het wel, als ik een beetje focus. Ik speel 3 jaar al. Ik speel het al echt zo'n beetje sinds release. Op mijn laptop op toetsenbord. 1 euro voor Gijs. Yo, dankjewel bro voor je donatie. Nieuwe donateur. Ik hoop dat je geniet van de stream. Duurde even lang voordat we up and running waren. Buiten de game en ook in-game. Maar nu gaat het wel lekker. Nu vind ik het oprecht wel leuk. Eurotruck stream is wel leuk. Ik moet alleen nog even iets verzinnen voor de chat. Want het is heel lastig om te lezen. En ik ga ook echt als een slak. Slapen. Oh ja, dat heb ik uitgezet. Ik ben van België. Nou, hey, jij kent het. Jij kan wel navigeren voor mij. Is dat nou een admin of kan je gewoon zelf politieauto? Ik dacht dat politieauto altijd moderator was. Maar is het dan gewoon een Nederlandse moderator die mij nu gewoon aan het beschermen is? Damn, dat zou lijf zijn, man. Mijn eigen bodyguard. In Truckers MP. Ik ben Matthijs TDB. Oh, tof dat je ook in de chat bent, bro. Dat is echt leuk. Ik vind nu ook wel eng, man, met deze admin. Of hij gaat mij beveiligen, of hij wil mij naaien door gewoon constant bij mij te rijden. Oh my god, deze dude. Oh my god, ik zag het al gebeuren. Please, laat dat een admin zijn. Het is toch een admin, of niet? Kan toch niet anders? Are you a mod? Colonel Mark 09. Wat? Hij zag dat toch? What the hell? Oh my god. Ik wilde ruimte geven voor die dude die daar zeg maar... Oh ja, ik moet natuurlijk ook weggaan. Nou, dat was het einde. Ja. Ik wilde ruimte maken voor die dude die van de slaapding kwam. Maar die admin die zat zo erg dichtbij te plakken. Dus ik kon niet echt opschuiven. Maar toen zag die dude al. En toen wist ik, het is klaar. Het is klaar. Het is klaar. Waar zijn we überhaupt? Het doet er ook niet echt toe. Jeetje, Mina. Oh ja, we moeten eerst wel repairen. Service. Sure. 100k. Oh my god. 100k. Dankjewel. Dankjewel. Oh, dat zijn alarmlichten. Ik dacht, staat mijn truck in de fik of zo. Oh my god. 3 uur. Oké, dat valt op zich nog wel mee. Oh, trouwens, dat is wel even tijd om mijn head tracking te fixen. Dat kan ik... ik kan misschien zo wel even stoppen op een vluchtstrook of zo. Want ja, nu kunnen we amper bewegen met ons hoofdje. En nu moet ik met noob spiegeltjes. Maar, hoe gaat het met jullie? Ja. Hoe gaat het met... Hoi, dat is een donatie. Wacht, ik check hem zo eventjes, oké? Ik ga zo even stilstaan op de vluchtstrook. Moet ik het ook niet vergeten. Maar hoe gaat het met jullie? Hele saaie vraag, maar weet ik veel. Hoe was jullie kerst? Dit is ook weer de eerste stream in 2024. Dus hoe was jullie kerst, oud en nieuw? Vertel even leuke verhaaltjes in plaats van constant random zooi zeggen. Zo, random letters. Oké, eigenlijk doe je dan natuurlijk je alarmlichten, maar die heb ik niet, dus ja. Start. Blijkbaar werkte die toggle niet zo, wat ik extreem raar vind, want toggle betekent zeg maar toggle. Hey, it works. Zo moet ik hem ook gewoon niet meer uitzetten. Dan kijk ik nu even naar de Donetjon. Oh, dat is Gijs, denk ik. Nee, niemand op Tippy Stream. Trouwens, als je via Tippy Stream wil doneren, kan via de link hier beneden. Superchat is... in de chat. Remains. Oh, we hebben 15 uur. Yo, ik maak deze even snel af. Maak even een poll wat jullie hiervan vinden. En dan gaan we gewoon door. Laggy, keep distance. Oh, dat is op zich wel lief dat hij dat zo zegt. Nou, nu kan Noobspiegeltje weer uit. Ja, aan de ene kant... Oh, ik was even vergeten dat er collisions waren.
Ik laat hem denk ik toch wel even aan, want dan kan je dus die leuke crashes zien, zeg maar. Oh my god, die dude gooit hem er even voor. Ja, brake check anders even iedereen. Oh my god. What the hell? Is het ook op Twitch of niet? Nope, YouTube only. Hé, hey, nog een donatie. Oh my god, die moet ik zo eventjes checken. Ik weet niet of het een superchat is die ik heb gemist. Ik overrev echt hard mijn motor. Zweer, dit gebeurt allemaal niet in het echt. Ik kan nu best wel oké rijden, zeg maar, in het... Nice. Snij me anders even compleet af, echt gewoon. Ik kan nu best wel nice rijden in het echt. Nou ja, op examenniveau, instructeur zegt... instructeur heeft er wel vertrouwen in. Alleen, het is in het donker. Daar had ik eerst heel veel stress... kreeg ik heel veel stress door. Oké, afsnijden is een beetje mislukt. Kreeg ik eerst heel veel stress door. Ik hoor nog zo'n donatiesound. Oh my god, ik check ze zo even, oké. Oh, daar is kolonel meneer weer. Oh, ik mag niet rechts inhalen. Oeps, I forgot, man. Sorry. Ik ben al aan het praten. Nee, eerst kreeg ik heel veel stress door het feit dat ik in het donker moest afrijden. Maar... Abuse deze dude nou gewoon de regel dat je niet rechts mag inhalen? Hoi. Oh. Blijkbaar wil hij gewoon aardig doen. Afsnijden ervaar ik niet als aardig. Nou, ik haal gewoon rechts in hoor, sorry. Maar, eerst... wat wilde ik nou zeggen? Eerst werd ik heel erg gestrest van het feit dat ik in het donker moest afrijden. En ook vroeg. Daardoor zit ik nog steeds in de stress, want ik ben totaal geen ochtendmens. Maar nu is het gewoon vooral het halen. Ik heb er nu ook wel iets meer vertrouwen in gekregen. Nu mijn instructeur ook heeft gezegd dat ik wel een kans maak. Oh ja, dat is inderdaad een mod. Niet gaan kloten, boys. Oh, dat is wel nice. Damn. We hebben gewoon een kijker mod die ons gewoon helpt of zo. Of dat is gewoon hier een mod... Die zag dat allemaal Nederlanders waren of zo. Geen idee. Het is oprecht wel epic, man. Maar nu kan ik ook geen fouten maken, want dan word ik ook geband. Dus dit wordt een extreem serieuze Euro Truck stream. Oh, sorry. Ja, die remmen, die moet ik nog even minder zetten. Ja, wat wilde ik nou zeggen? Het is zo'n warrig verhaal. Het spijt me echt enorm. Hé, hey, Noxky, je bent er ook weer. Leuk dat je er bent. Oh, ik smash echt keihard mijn hele versnellingsbak. Ik wist even niet meer welke versnelling ik in zat. Maar ja, nu heb ik dus wel iets meer vertrouwen in. Maar het wordt nog steeds wel stressvol. Het wordt gewoon stressvol. En het stomme is, het is altijd een beetje een momentopname of zo'n rijexamen. Want niemand die... Zo'n beetje niemand die het rijexamen ingaat, kan echt foutloos rijden. Dus het is altijd een beetje, voor mijn gevoel, geluk hebben. Dat je gewoon elke... Dat je gewoon in een half uurtje geen fout maakt. Soms kan je ook gewoon... Oh crap, ik ga zo langzaam, sorry. Soms kan je ook gewoon een fout maken omdat iemand anders achterlijk doet. Nou, snap ik wel dat je dan het hoort op te lossen. Maar ja, sommige dingen zijn gewoon heel gaar. Nou heb ik dat niet echt gehad, dat er zo'n idioot was op de weg. Nou, eens, we kijken ook lekker op het spoor. Whoopsies. Maar er waren volgens mij niet van die bordjes. Dat is zo over, wat was het, 80 meter of zo is dan elk bordje. Ja, sommige dingen zijn nog wel lastig. Ik vind vooral met, als je bijvoorbeeld links afslaat, welke baan je uitkomt. Want soms heb je dus dat er twee banen zijn voor links af en dat die uitkomt in drie banen. Dan weet ik gewoon niet welke baan je heen moet. Oké. We gaan ineens lekker langzaam. Oh, dat is trouwens ook wel de snelheid. Ik mag niks zeggen. Het spijt me. Ik ga dik over de snelheid. Ik ga me even van de snelheid houden voordat die kolonelmot boos op mij wordt. Daar heb ik niet over nagedacht. Zit hij ook met sirenes? Oh nee. Deze dude heeft een hele lightbar setup. Ja, dat is dus iets wat niet mag. Volgens mij rijdt die dude hier nog achter of niet. Ik weet het niet. Ik ga ook te hard en ik toeter. Kan je ook meerijden? Hoe bedoel je? Tijdens examen of bij dit? Tijdens examen niet.
Maar dan mag je voor kiezen of je instructeur op de achterbank zit. En dan zit die examinator naast je. Ja, het gaat echt spannend worden. Ik weet het oprecht niet, want ik kan het wel. Maar niet foutloos, zeg maar. En ja, soms heb je gewoon gare situaties. Hé, hey, we hebben een donatie van Nurse. Nurse, oh my god. Ik ben aan het slingeren. Wacht, ik stop anders even. Oh my god, er komen veel donaties binnen. Oh my god. Ik moet die even in de berm stoppen. Oké, ik hou het wel even zo met dit hier, zodat mensen weten. Oh, nu is hij ook echt chaos. Oh, die mensen wachten op de weg voor mij. Oh, good luck met je, Ben. Nee, even kijken. Er zijn zoveel donaties. Sorry. Ik ga ze nu eventjes doen. Het spijt me. Dat kan niet tijdens de rijden. Ten eerste hebben we een donatie van Nurse Babe met de 1 euro. Heel erg bedankt. Dan hebben we ook een donatie van Sven Games met de 6 euro. Jokelonnie, kun je deze game ook op console spelen? Want mijn PC is kapot. En ik heb een... Oh, en ik heb een leuke kerst slash oud en nieuw gehad. Nou, leuk om te horen, Sven. Leuk om te horen. Super bedankt voor je 6 euro. Dikke shout-out naar Sven. En ik ga nu even kijken. Is ETS 2 een console? Even kijken. En heel erg bedankt. Ook Nurse Babe, natuurlijk. Nee, het is niet op console volgens mij. Yikes. Dan kijk ik nu ook eventjes het tippestream. Oh ja, we hebben een nieuwe donatie van Rapper Shores. Rapper Shores heeft nog 3 euro gedoneerd. Wanneer weer Roblox met kijkers? Dat komt binnenkort ook een keertje. Wil we weer meer streamen? Eerst wil ik even examen achter de rug, want dat is echt een dikke stress. En dan hebben we ook Pepijn met de 3 euro. Ook heel erg bedankt. Echt dikke donaties deze stream. Wanneer ga je weer Team Park Tycoon spelen? Ik weet niet of ik jou tegengekomen ben in game. Maar toevallig had ik het eergisteren. Of gisteren. En volgens mij eergisteren. Had ik het weer eventjes gespeeld. En had ik er weer eventjes gewoon heel erg veel zin in. En ook omdat ik zag dat jullie Waterpark World zo leuk vonden. Dacht ik van, yo, misschien kan ik ook weer Team Park Tycoon. Ik ben het nu eventjes een beetje aan het voorbereiden. Even plannen aan het maken. Dus dat gaat er ook weer aankomen. Oh, dat jullie satisfied zijn met die antwoorden, hè? Zal ik ook doneren, als je dat wil, natuurlijk. Dan kan dat zeker, dan wordt het zeker gewaardeerd. Waar ben je heen, of waar ga je naartoe? Nu gaan we naar Luxemburg. Misschien kunnen we zo meteen ook even een soort van speciaal, naar speciale plek toe. Dit was eigenlijk meer een testrit, maar duurde echt veel langer dan verwacht. Want constant alleen maar crashes. Maar nu hebben we de Mr. Colonel Mark. The man, the myth, the legend. Die ons gewoon hier ja, zit te saven heel de tijd. Sindsdien is er niks meer gebeurd sinds hij er is. Oh my god, kijk dit ook man. Deze hele rij. Deze mensen die komen allemaal voor mij, zeg maar. Hè. Dit zijn allemaal kijkers. Dat is wel lijp om te zien eigenlijk. Deze mensen denken ook echt, what? Oké, ik ga... Oh, ik sla constant af. Ja, ik veel, man. Je hebt nul koppelinggevoel. Oh, ik ga tegen mijn mic aan. Yikes. Oké, go, go. Optrekken, optrekken, optrekken. Hoppa, perfect. Iedereen komt ook weer achter me aan. Choo-choo, all aboard de Clonny Convoy. Yeah, dikke convoy. Oké, nu hebben we wel eventjes een goede weg. Even kijken of het er nu sick. Oh my god, dit is lijp. Kijk dit, met die mot ook achter me. En die dude met die lichten trouwens, dat ziet er echt sick uit. Die ene dude daarachter. Maar kijk, nu hebben we echt een convoy. Eindelijk, het duurde even. Aan het begin was het chaos. Maar nu gaan er oprecht mensen achter me aan en hebben we gewoon zo'n treintje. Dat is echt cool. Volgens mij hadden we dat net ook al heel de tijd, maar dat had ik helemaal niet door. Oh, dat is echt leuk. Volgens mij zijn die twee geluiden van Superchat. Als dat nieuwe donaties zijn, moeten mensen dat even zeggen. Oké, daar gaan we. Naar boven. We houden eventjes die 60 km per uur. Kijk, Luc houdt zich daaraan. Ik was boos. Ik dacht van, oh my god, Luc. Hij remt constant. Hij brakecheckt. Maar nee, hij houdt zich aan de snelheid. Oh, nu is het 75. Oké, sorry hoor, maar België is een beetje weird met de snelheden. Of het klopt niet in Truckers NP, maar... Of in Eurotruck. Een beetje stom. Ik wil eigenlijk die headtracking disabelen. Want dan kan ik chat kijken en in mijn ooghoek zien of alles goed gaat. Maar nu is het zeg maar zo. En dan kunnen jullie ook niks zien. Wat zijn deze sporen hier? Weird. Oh, zo'n truck die dan uitglijdt en zo. Oh. Je moet wel zeg maar de borden serieus nemen van scherpe bocht. Nou, there we go. Nog maar 40 minuten. We zijn bijna in Luxemburg. Holy flipping moly, het duurde even. Jeetje, Mina.
Leuke tegenliggers. Oh, dit is zo leuk. Nu voelt Truckers NP ineens heel vol. Maar ja, dat komt omdat er ineens ook allemaal mensen zijn die altijd met je meerijden. Kan je vanaf Luxemburg naar Calais? Dat is misschien wel grappig. Ik vind crashes op zich niet heel erg, maar ik vind het wel minder leuk als het echt gefocust is op iemand. Dat is wat stommer. Dus Calais, dat wil ik wel gewoon doen. Dat vind ik wel gewoon leuk. We kunnen zo wel even Calais pakken. Ik maak voor zekerheid zo nog even een poll. We kijken wat jullie mening is over de situatie. Daar gaan we even niet op letten. Kan je koppel... Oh! Holy moly, gaat het goed? Ja. Totdat je ging typen. Toen ging het niet meer zo goed. Nee, hij zag dat ik zo uit de bocht vloog, maar... ik denk dat hij was vergeten dat je zeg maar niet meer kan rijden als je... Wat gebeurt er? Wow, hoezo is het ineens zo donker? Is dat omdat iemand achter mij zijn licht heeft uitgedaan? Wat? Maar ik denk dat hij zeg maar vergat dat je niet meer kan rijden als je typt. Trailer damage, ja. Huilen. Ik kan nu even niet op chat letten. Dit zijn insane chicane hier. Er is ook niemand meer achter mij. Volgens mij is daar echt een dik ongeluk gebeurd. Ik vind het ineens heel sus. Ik ga alvast naar links. Oh, nu 50 bord. Maar de game zegt dat we nog steeds 90 mogen. Insane. Of stond daar geen 50? Is niet zo'n goed teken als ik nu geen borden kan lezen. Welke simulation map is dit? Dit is... zo, dat kwam er lekker uit. Welke simulation map is dit? Dit is simulation 2. Oh nee, die roze truck. Die roze truck. Daar krijg je heel veel stress van. Echt heel veel. Het ging nog goed volgens mij. Even kijken, waar moeten we erin? We moeten die hierin. Oké, daar gaan we. Zo, heel mooi. Bam! We zijn gewoon flipping aangekomen. Get me in that non-collision zone. Holy moly. Damn, dat duurde wel even. Kijk, zie al die mensen, joh. Dat is insane. Gewoon flipping Luxemburg, waar nooit iemand komt, is nu ineens druk. We gaan wel even inparkeren. We doen wel even where do you need it. Misschien doe ik hem maar niet in first person. Ik heb het wel eventjes niet gedaan, dus ik weet niet of het gaat lukken. Ik denk dat ik hem gewoon in third person doe. Anders duurt het natuurlijk ook weer zo super lang. Ik heb dit echt lang niet meer gedaan. Dus het gaat lastig worden. Het gaat nu al fout. Ik weet ook niet waarom ik zo weird begin. En ik zie ook echt geen reet. Nee, dit is helemaal niks. Nou, dan doen we nog maar gewoon extra keer steken. Ik kan het ook lekker zien nu. Wow, ik kon het niet zien. Verdorie, ik kon het niet zien. Ja, dat is niet mijn schuld. Dat is niet mijn schuld. Dat is niet mijn schuld. Dat vind ik gewoon. Ik kon het niet zien. Zo niet per se zijn schuld, maar... Oh my god, ik heb hier nu al een beetje spijt van. Het is heel fijn om met getoeter... En zonder zicht in te parkeren. Oh my god. Ja, ik kan de hele tijd het flipping vak niet zien. En ik ga er zo even slow mode op zetten. Want de chat is een beetje inspiratieloos. Nou, mag ik er ook schuin in staan? Ja, oké, dankjewel. Oh my god. Yay, 3,5 uur. Tolerable. Ja, sorry hoor, maar al die trailer damage kon ik niet zo heel erg veel aan doen. Daar kon ik niet zoveel aan doen. Trucker Dante. Ja, inderdaad. Zeer ervaren trucker, Divine Champion. Insane, hallo? Mr. Kip. Niet mister, maar kip. Kippie. Nice.
Even kijken, heb ik donaties gemist? Nee, oké, dat waren dan die twee superchats. Even kijken, wat gaan we nu doen? Ik ga even de chat hier zetten, want dan kan ik hem daadwerkelijk lezen. Ik ga er eventjes slow-mode op gooien, want het is heel de flipping stream alleen maar kip. En alleen maar lettergespam. What? What the hell? Kan ik dat nog aanpassen? Oh, hier, tijdlimiet functie. 30 seconden. Opa. 20. Kijk, nu is het even iets meer te doen. Yes, oké. Okay. Nu werkt het gelukkig. Heb je ook DLC's? Nee, voor Euro Truck Simulator 2 niet. Ja, alleen die Special Transport. Maar voor de rest niet. In American Truck Simulator heb ik er wel veel. Omdat ik had voor één video zoveel flipping DLC's moeten kopen. Dat is niet te doen. Zodat ik een bepaalde map mod kon doen. Ik ga deze keer geen donaties doen, want ik moet echt sparen. Ga lekker sparen, joh. Maakt niet uit. Gewoon naar Calais. Ja, willen jullie dat we nog Truckers MP doen? Ja, op zich ging het nu wel, eigenlijk. Ja, nee, op zich heb ik ook niet echt meer meningen nodig. Want Truckers MP was gewoon hartstikke leuk nu. Aan het begin was het echt chaos. Maar toen kwam meneer kolonel... wat was het? Mark? En ja, hij heeft de dag gered. Dus nu kunnen we wel naar Calais. Hier pakken we deze maple syrup. Perfect. Oké. Okay. Dit gaat echt een hel worden. We gaan dus nu naar Calais voor alle mensen in-game. Vooral voor meneer kolonel. eerst moeten we natuurlijk wel even het trailertje ophalen. Krijg ik ook nog zeg maar navigatie? Oh, het is hier. Ik heb mijn truck lekker volgegooid met luchthoorn. Ja, maar hoor je dan ook echt verschil of niet? Dat weet ik niet echt. Ik stoot weer tegen mijn mic aan. Oké, okay, free market. En dan pakken we die naar Calais. Hoppakee. Kan je het op Xbox doen? Nee, het is niet op console. Ik kom je helpen. Dankjewel, meneer Silscania. Volgens mij heeft Silscania me wel echt 7 keer afgesneden, maar... Oh, donatie. Oh my god, oh my god, sorry. En nu werkt trouwens mijn force feedback niet meer, omdat ik niet goed ben geattapt. Oef. Oef. Hoe speel je Truckers MP? Ik heb het gedownload, maar ik weet niet hoe. Als je download, open je het en dan staan de instructies. Je hebt wel Euro Truck Simulator 2 nodig natuurlijk en dat moet je kopen. Hé, hey, we hebben een nieuwe donatie van Pepijn. Die heeft 3 euro gedoneerd, dus nu bij elkaar 6. Dikke shout-out naar jou. Ik had je niet gezien in Team Park Tycoon, maar ik speel het wel veel. Oh nee, ja, dan was dat gewoon, weet ik veel, toeval. Want 2 dagen geleden speelde ik het weer echt na een jaar. En er waren een aantal fans in die game. En toen dacht ik, oh, zit jij erbij? Nou, je speelt het veel. Nou, dan ben je waarschijnlijk ook wel goed, of niet? Ik ben niet zo goed, maar ik keek nu trouwens. Er zijn zoveel updates geweest in Team Park Tycoon. Je kan nu zo flipping precies bouwen. Het is echt bizar wat je nu allemaal kan doen. Maar ja, dat is allemaal echt too much for me. En ik ga ook niet 30 uur besteden aan een coaster. Ik hou het dan wel gewoon een beetje simpel. Oh, Sam is er ook. Dat is ook een mod. Oh, en Silscania is ook een mod? Nee. Oh, nee, maar dat is toch geen mod. Dat is toch geen mod, denk ik. En hoezo heb ik geen navigatie? Nee, maar dat kan toch niet dat een mod is? Want... Hoezo zijn zoveel mensen ineens moderator? Dat kan toch niet? Ik weet ook echt niet waarom ik geen navigatie heb. Dan doe ik het zelf, I guess. Zo. Rij weer mee, moest even wagen maken. Pilot kan iedereen gebruiken. Oh, ik dacht het was een mod. Maar mods zijn toch wel politieauto's? Maar je hebt wel verschillende kleuren pilot cars. Dat is op zich wel grappig. Nee, ik zie ook nu pas dat er pilot... Oké, okay, nice. Ik word al echt keihard geramd. Nice. Oh, ik heb niet eens een trailer. Terwijl ik heb die net... Oh, ik moet die nog ophalen. Ik ben echt een dombo. Nou, we gaan dan maar even hier staan. Deze dude staat ook hier op een kruispunt. Nee, ik zag nu pas voor pilot. Nee, ik dacht dat het een kopcar was, maar... Is het zo dat mods in politieauto's zitten? Dat dacht ik altijd. Misschien is het echt dikke onzin.
Oh, kijk, daar is Sam met zijn pilot. Sick. Ik weet nou dus niet, moet je hier dan links uitkomen of niet? Ik heb echt geen idee. Ik snap dat gewoon amper. Ook met rijles, dat moet ik even morgen vragen. Ik ben zo terug, maar niks belangrijks te doen. Ah, oké. Okay. Tot zo. Tot zo, Nofsky. Zo, gaat het goed, meneer Sam? Nou, we moeten even terug om die trailer op te halen. Ik was vergeten dat je die moest ophalen. Damn! Insane. Sorry als ik een beetje stil ben, trouwens. Zo, lekker bezig. Lekker bezig? Oké. Wow, wat doe je hier? What the hell? Dit is zo goofy, man, Truckers MP. Zo goofy. Al deze dingen gebeuren ook in de stream en niet in een video. In een video is het soms zo flipping rustig. Dan ben ik echt een half uur aan het rijden en gebeurt er niks. Nou, we zijn er bijna. Ik smash echt mijn throttle. En dan gaan we dit keer wel eventjes daadwerkelijk de trailer ophalen. Hij heeft Spider-Man uitgespeeld. Ja, inderdaad. Maar mensen waren nog steeds voor Spider-Man. Een beetje apart. Wat een chaos. Ja, inderdaad. Oh. Oeps. I forgot. Dankjewel, Silskani. Hij blokkeert de weg. Wat een man. Wat een man. Hoppa, dan gaan we hier. Even kijken of hij het weet. Korte bocht voor lange bocht. Hij weet het hoor. Oi, oi, oi. Wat een man. Zo, met piepende banden komen aan. Nee, dit heb ik al gedaan. Staat hij er nog? Staat hij er nog? Ja, hij staat er nog. Oh, nieuwe donatie. Mag ik check hem zo eventjes? Ik koppel eerst eventjes deze trailer vast. Oh, deze dude heeft een zeilboot. Dat is best wel ziek. Dat wil ik ook wel vervoeren eigenlijk. Kijk eens even aan. Gaan we zo. En... boom! Oh, oeps. Oeps. Lijkt net alsof je de koning bent in Euro Truck Simulator 2. Ja, inderdaad. Met al het vervoer hier. Het is insane. Het is insane. Jij bent zo goed. Zou je bij een klant komen? Oh nee, mijn trailer achtergelaten. Ja, inderdaad. Daar gaan we het niet over hebben. Hé, hey, nog een donatie van Pepijn met de 3 euro. Bij elkaar 9 euro. Dikke shout naar Pepijn. Spam dat even allemaal in de chat. Ik ben groot fan. Dus ik zou het vet vinden om ooit met jou Theme Park Tycoon te spelen. Ik wil het ook nog een keertje gaan streamen. Ik wil. Ik zeg niet dat ik het ga doen, want waarschijnlijk ga ik het vergeten. Maar dan wil ik het ook al met kijkers doen. Nou kunnen wel heel weinig mensen in die lobby. Maar dat zien we dan wel. Oh, ik ben Daniel. Ja, dat klopt. Zo is je... dat is je naam. Ruben Beren. Tigo. Damn, er zijn nog meer Nederlanders bijgekomen, man. Dit is insane. Yo, Flipping Colonel Mark moet even aan het werk zometeen. Nice. Sorry. Niet boos worden. Niet boos worden. Ik zag het al gebeuren. En dat is Silskania, de man die mij zogenaamd komt helpen. Banner Clonny. Ah, dankjewel, kolonel Mark. Dankjewel. We're gonna need you. Ik word hier al afgesneden door Silskania. Maar hij gaat me vervolgens wel helpen. Aparte relationship heb ik hier met Silskania. Oké, ik was een beetje te vroeg aan het juichen misschien. Oh nee. Nee, oké. Eigenlijk wil ik ook zo meteen wel even in de auto gaan. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Waarschijnlijk ga ik dan echt binnen de kortste keren geband worden. Ik weet ook niet wat hier allemaal gebeurt. Oh, dit zijn... oh, jullie waren op mij aan het wachten. Oh, wat lief. Niet zo'n hele handige plek. Nee, niet zo'n hele handige plek. Mag niet binnen 5 meter van een kruispunt. Sorry. Oh, oké. Hij zegt sorry. Je moet je spiegels checken, hè. En je dode hoek. Dat is even het begin van je rijlessen.
Maar maakt niet uit, Silskania. Apology accepted. Zolang je er maar van leert. Ik weet niet waarom het zo raar zei. Ga weer Brawl Stars. Dat is een beetje random. Nou, we gaan hierheen. Oh, deze man die gaat echt even hier stoppen. Handig. Ik ga je helpen. Dankjewel, Luke. Me helpen door me af te snijden. En via Service Point dichterbij te krijgen. Ja, het gaat echt steeds meer crazy worden. Calais gaat echt crazy worden. Ik ben bang dat we dik over de streamtijd gaan. Maar ik wil eigenlijk echt nog wel even auto proberen. Dus we moeten wel een beetje snel gaan rijden. Worden we afgesneden? Nee! Kijk! Silskani heeft ervan geleerd. Oh, hij heeft alarmlicht aan. Nee, ik dacht hij checkt nu goed zijn dodenhoek. Pas als de hele voorkant van de truck in de binnenspiegel is, hè, dan mag je. En dan snijd je hem keihard af. Wow! Oké, we gaan heel hard. Je mag hier ook 90, dat is zo hard. What the hell? Nieuw. Nieuw. Oh, deze arme dude. Oh nee, dit is frikandel. Nee, ik dacht deze arme dude die denkt... Oh my god, wat komt er nu achter me? Oeps! Nee! Oeps! Oh nee! Oh, kolonel Mark is aan het typen! Niet goed! Nee, niet mijn Ben Ellemann! Die sales gaan die ook met z'n ha. Oh my god, nee. Frikandel zegt ook ha. Oh nee, hij zegt niet van no man. Don't you worry man. Don't you worry, hij zegt gewoon ha. Shit, dat was het einde. Ik probeerde je nog te redden. Oh wat, hij probeerde me oprecht nog te redden. Oh sorry. Het zal niet meer gebeuren. Het spijt me. Oh my god. Oh, arme frikandel. Nee. Hij probeerde me ook nog te saven. Wat een aardige gast. En ik heb hem echt... Ja, ik heb hem niet... laten crashen. Gelukkig. Want ik ging zo naar rechts. En toen dacht ik... Oh, welke kant viel ik eigenlijk op? Linksom toch? En ja, toen dacht ik, oh shit, ik val om. En ja, ik kon niet echt meer saven. Oeps, ik ging iets te hard. Oh my god. Ik kon daar ook niet eens reageren, man. Ik voelde gewoon schaamte. Geen stress. Oh, maar hij is dus wel op rechte mot. Maar hij rijdt ook in die pilot car. Hij zegt geen stress, man. Hij is goed. Oh my god. Als het oprecht een mot is. Oh shit. Oh shit. Oh, deze mensen die pakken dan ook de tow-service. Het is allemaal zo lief dit. Het is ineens allemaal zo lief. Ga jij je examen wel halen? We shall see. Oh my god. Ik voelde gewoon een en al schaamte. Want ik wist, er kijken zoveel mensen op stream. In-game zoveel mensen achter me. What the hell. Nou, ik heb op zich wel geleerd van deze fout. Het zal nu niet gebeuren op mijn examen. Dus dat is mooi. Nou, iedereen is hier nu weer. Oh my god. Wat was jullie reactie erop? Ik kijk echt helemaal niet naar chat. Daar lag Klonnie plots op de grond. Ja. Helaas. En iedereen staat hier nu weer wat lief. Behalve Frikandel, hè. Die dacht, ja, scheid. Ik ben geen fan meer. Ik ga unsubscriben. Klonnie probeerde mij gewoon te scheppen hier. En die gaat dus ook gewoon door. Terecht. Bakkertje is hier ook. Wat doet Bakkertje? Die wil mij blokken. Niet gelukt. Rip. Dat bordje, man. 1 damage. Gaat toch weg. Oh my lord. Wat gebeurt hier? Wow. Hallo.
Dit is echt een hele Nederlandse bende, man. Dat is echt insane. Het is echt chaotisch. Zoveel mensen kunnen mij nu ook rackbannen. Dat vind ik echt geweldig eigenlijk. Oh ja, sorry. Ik heb al lang rood licht. Maar ik stond op het kruispunt, meneer. wat gebeurt hier allemaal? Het is zo weird wat hier allemaal gebeurt. Echt chaotisch. Deze dude die ook op die linkerstrook zit. What? Al die twee pilotcars zo. Ga je wel je examens halen? Daar heb ik net op gereageerd, meneer Luc. En hoezo examens? Het is één rijexamen. Hoi, verkeerde chat. Oh, nee. Wat gebeurt er heel de tijd? Idioot! Zegt iemand ook. Dat is een Engelse dude. Tegen wie zegt hij dat? Oh, dat is denk ik deze dude hierachter met die trailer. Ja, hij zegt idiot! Oh my god. We veroorzaken echt chaos hier. Oké. Okay. Hier heeft iemand een autootje gekocht. Volgens mij zijn die auto's de meest goedkope dingen. Die moeten ze echt niet zo goedkoop maken. Ondanks dat je gewoon save-file kan editen. Kijk, ik ga me nu als een echte trucker MP spelen gedragen. Nou, he's scared now. He's scared now. Ja. Ze zijn 15k. Ja, die moeten ze echt duurder maken. Oh my god. Wat gebeurt hier ook allemaal? Oh, ze zijn dit aan het afzetten. Wat de hel, man. Nou, daar gaan we weer. Exact hetzelfde stuk. Ja, oef. Ik wacht verderop. Oh, dankjewel, kolonel Mark. Het is nog steeds echt een raadsel of die een mot is of niet. Laat Dante er langs. Ah, oh, dit is allemaal... Dit is zo weird. Dit is gewoon weird om mee te maken. Deze stream heb ik wel minder chat gekeken dan ik dacht. Maar ik had niet verwacht dat het zo chaotisch zou zijn. Oh my god. Mensen die ineens op die strook gaan. Dit keer gaan we wel iets minder hard. Nou. Oh my lord. Dit is echt een flipping challenge parcours, man. Maar je mag hier gewoon 90. Dat is zo veel te hard, man. Oh my god. Als je dit leest, doe please een namenrondje. Dat ga ik niet tijdens het rijden doen. Dan moeten we eerst even deze rit afmaken. Wat nog wel even kan duren als ik constant crash. Druk T, dan ga je sneller, is voor turbo. Nee, dan decouple je je trailer, meneer Frikandel. Ik moest er even over nadenken. Ik vond ten eerste al een hele rare bind. En toen dacht ik van, hé, dat is trailer decouple. Frikandel heeft op me gewacht. Ja, let's go, bro. Ik ga weer even eng naast je rijden, oké? Okay? Ik ga even heel eng naast je rijden. Ja, hij gaat al naar de vluchtstrook. Hij denkt van, nope, I don't want any part of it. Ja, hij heeft er gewoon geen trek in. Ik ga nog even naar... Oh. Nee, toch niet. Sorry, Frikandel. Het zal niet meer gebeuren, oké. Okay. Het zal niet meer gebeuren. Wel sip dat het zo gaat, hè. Met, weet ik veel, 45 uur achter het stuur. Oké, nu gaan we wel iets te hard. Die pilotcar word ik zo gestrest van. Want hij gaat constant net op het punt zitten dat ik niet kan switchen. En nu duw ik hem dus de vluchtstrook op. Oh. Jeetje, Mina, man. Dit is stressvol. We gaan ook echt veel te hard. Oh. Jeetje, Mina. Jeetje, Mina. Koop een Scania, please. Wil je zeggen dat dat dan van net niet was gebeurd, die crash? Als ik een Scania had gekocht. Oh, nee. Nee, 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 nee. Daar is Desert, of hoe die ook heet, Lizard.
Lonnie ruimte zat. Ja, nu wel. Nu wel. Dankjewel. Maar die lizard, daar moet je op letten. Dat is een gevaarlijk mannetje. Wanneer ga je volgende live? Dat weet ik niet. Dat weet ik oprecht niet. Wij houden afstand. Nou, jullie mogen wel iets dichterbij komen, hoor. Dat is dan lekker knus. Nu is het echt alsof ik alleen aan het rijden ben. Oh, wow! Kijk dit, joh! Oh my god, dat is zo cool om te zien! Oh, eigenlijk wil ik ook achteraan rijden. Kijk dit, joh! Al die lichten daar, al die mensen die zo rijden. Super sick, echt. Super sick. Oh, trouwens. Ik weet het al, in mijn settings heb ik truck stability helemaal op nul staan. Daarom viel ik. Normaal kan je namelijk zoveel meer gevaarlijke bochten maken. Maar dat had ik voor de thumbnail, zodat ik makkelijker mezelf om kon gooien. Oh, holy moly. Weet je het zeker? Dat weet ik niet. Oh, ik vind het ook echt leuk dat we hier gewoon die kolonel Mark hebben die het zo regelt. Ik weet het zeker. Ietsje. Ja, dit is wel goed, zeg maar. Deze afstand. Er mag ook af en toe wel even iemand dichtbij komen. Als mensen maar gewoon niet afsnijden. Ja, daar heb je niet echt controle over. Wat gebeurde daar? Oh, dat had ik willen zien. Frikandel was ook involved. Maar wanneer ik moet afrijden... ik neem ook aan dat je een stream kijkt. Dinsdag. Ik heb morgen nog een rijles. Dinsdag om 6:00 ochtends uit mijn nest. Ik was niet aan het opletten. En ja, dan word ik om 7:00 opgehaald. Om 8:00 begint examen, maar echt om 8:30 begin ik pas echt met rijden. Het is dan nog donker. Hopelijk gaat het niet regenen. Het gaat volgens mij wel vriezen. Dus ja, het wordt wat. Het wordt wat. Ik hoop echt dat ik ga slagen. Oh my god. Ik had niet truckers NP moeten doen, want daardoor gaat daar heel de tijd over. De stream was eigenlijk meer de bedoeling dat het een soort van afleiding zou zijn. Nou, daar gaan we weer. Last stretch. Oh nee, we moeten nog 3,5 uur. Holy moly. Holy moly. Ik ga niet die suggesties beantwoorden van ga je dit nog doen, ga je dat nog doen. Daar ga ik gewoon niet op antwoorden, want ik doe zelf wat ik leuk vind. Dus. Is dat nou die kolonel hierachter? Waar is iedereen heen? Ik denk dat er echt een dikke crash is geweest. Frikandel die rijdt voor de zekerheid nu ook maar gewoon achter mij. Hij denkt, nope. Ik ga niet nog een keer voor kolonie rijden. Mensen willen ook gewoon niet meer voor me rijden. Oorzaak alleen maar crashes hier. Wie had ooit verwacht dat Truckers NP uiteindelijk zo peaceful zou zijn? Nee, dat dacht ik voordat ik live ging eigenlijk. Ik ben een pannenkoek aan het maken. Eet smakelijk. Ik moet ook zo heel raar uit mijn ooghoeken chat kijken. En dan worden mijn ogen een beetje... moe. Gevaarlijk. Wat is er gevaarlijk? Daarachter gebeuren volgens mij dingen. Maar ik weet het niet. Oh crap, straks moeten we er weer af. Oh, ja, maar dat is die kolonel. Die houdt zo'n beetje die afstand. Zodat mensen er niet tussen kunnen. Nee, 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 nee. Oh, dat is close. Ik wil even die flipping truck stability aanpassen, man. Ik wil even die truck stability aanpassen. Zegt hij niet best als reactie op mijn examen? Nee, inderdaad. Zeker niet best. Oh, hij beweegt wel. Gewoon heel sloom. Oké, ik moet even hellingproef doen. Ja, deze gaat op zijn koppeling weg of zo. Kijk dit joh, dit is toch cool. Die frikandel ook met die bizar lange trailer. Dat wil ik ook nog wel een keertje doen. Hoe lang ga je live? Als deze rit voorbij... Oh, dat zijn toch niet allemaal fans, hoop ik? Oh my god. Maar ook al zou dat niet allemaal fans zijn...
Hoezo is er ineens een file achter ons? Komt dat omdat wij zo raar rijden? Ik heb geen idee. Maar, ik weet niet meer wat ik net aan het zeggen was. Sorry, ik ben het oprecht vergeten. Oh ja, nee, na deze rit wil ik nog even snel naar de auto rijden, maar dan ga ik hem afsluiten. Wauw, ben ik, 17. Oeps. Daar gaan we het niet over hebben. Wat moet je lossen in Calais? Alleen livestream van Roblox komt ook wel weer binnenkort. Zin dat ik daar zo'n muziekje op de achtergrond moet zetten, denk ik nu ineens. Yikes, daar waren we weer even een beetje close. Daar waren we weer even een beetje close hoor. Oeh. What the hell? Oh, daar is een slome dude daar. Ja, joh, stop met toeteren. Oh nee, dat waren tegenliggers. Oh, damn, wat sick. Wat sick. Het is echt leuk zo. Nu gaan we inhalen. Kijk, nu gaat het gevaarlijk worden, hè. Nu gaat het echt gevaarlijk worden, hè. We moeten er ook zo af. Oh, hij gaat alvast naar de vluchtstrook. Ja, hij ging ineens ook harder rijden, man. Ik moet zo hard gaan. Gaan we hier naar Calais? Damn! Insane inhaalactie. Last minute. Insane. Wow! Wat? Wat gebeurde daar? Ik keek ineens in mijn spiegel. En er was echt een soort flits. Ik dacht dat ik IRL dood zou gaan, man. Holy moly. Ik vloog oprecht bijna van mijn stoel in het echt af. Nou, niet zo erg als iShow Speed. Jongens, rij even normaal. Ja, maar dat was ook gewoon een Engelse dude volgens mij, hè? Gaat het goed hier? Nee! En dit keer was het niet mijn schuld, frikandel. Oh my god, kijk hoeveel mensen! Dit is insane! Jammer dat het donker is, man. Nou ja, op zich ook wel sick met die lichten. Maar dat was weird. Want dat was gewoon een Engelse dude. Ik keek in mijn spiegel. Ik zag niet eens echt wat er gebeurde. Oh my god. Misschien moet ik ook zo gaan reageren als Ice Speed. Dat is zo, wow. Wanneer ik zo in een crash beland. Wanneer Klonnie gaat stoppen met de stream, staat meestal in de beschrijving. Dat is waar. Dat is zeker waar. En daar staat ook in wanneer ik het niet weet. Oh nee. Nee, nee, nee. Het is die lizard. Oh my god. Oh my god. Hij brakechecked volgens mij. Oh crap. Ik moet hierheen. Oh, hij laat gewoon ruimte over. Lief. Wat lief. Oeh, dat was even sketchy. Oh my god, deze bocht hier. Oké, hier moeten we wel even iets slomer gaan. Ja, er staat ook een waarschuwingsbord. 90 kilometer. Wow! Oeps! Kijk, nu gaat het wel weer. Want nu mogen we maar 80. Niemand komt daar aan. Oh! Kijk, meestal... Ik ga even... Oh nee. Ik ga even heel eerlijk zijn... Gebruik ik met Eurotruck zelf toch wel het zijspiegeltje. Want in-game zie je zeg maar... dikke brake check. Ja, sorry bro. Ik mag het dan ook wel een keertje terug doen. Maar, ik zag die Rackband, sorry. Hey, Silscania! Oké, ik ben er weer. Je bent inderdaad weer. Stond je heel de tijd te wachten, hè? Oh, wat leuk.
Nee, ik doe zelf meestal het spiegeltje aan, want in Eurotruck zie je amper je rechterspiegel. Wat ik dan doe is ik kijk daarin en dan kijk ik in die spiegel als je het goed wil roleplayen. Natuurlijk is het gewoon een game waar je het zelf mag bepalen. Like, who cares? Kijk maar even in de focus. Die is ook een soort rare konvooi of zo. Een concurrent! Jack, idioot! Wat is een Nederlander? En Israël tegen een Nederlander. Hé, hey, er moet geen ruzie ontstaan in onze konvooi, hè? We zijn er nog niet. Die flitsen ook heel de tijd. Wie is dat ook eigenlijk met die flitsen? Zo, dat is mijn mic. Ja, nice. Goed zo. Oh my god, goed zo. Goed zo. Ja, ik wil deze dude hier links van mij niet squeezen. Oh my god, gelukkig ging die er vanaf. Wat was dat nou weer? Wie is dit? Oh, dat is Silskania. Is het, het is amper meer druk achter mij. Ben 1315. Ben ik dat? Nee, ik denk dat er net echt een dikke crash heeft plaatsgevonden. En dat daarom de hele groep er niet meer is. Ja, bro. Justin, damn. It's going crazy, man. It's going crazy. Met je bands. Rek, idioot. Oh my god. Frikandel. Een zwaaidingetje. Wat gebeurt er allemaal? Yo, ik ga hier even stilstaan. Oké, okay, ja, ik wilde hier stilstaan. Maar dan heb je dit, zeg maar. Oké. Okay. Waar is kolonel? Ryan. Oh my god, wat gebeurt er allemaal? Oh my god. Oh my god, wat gebeurt hier? Wow. Holy moly, wat een chaos, echt. Oh my god, en mensen gaan nu op de weg stoppen. Oh, wat. Ja, maar ik kan nu letterlijk voor een hele kettingreactie zorgen. Ik kan nu echt voor een dikke crash zorgen zonder dat het mijn schuld is. Maar ik wil even oprecht wachten op iedereen. Daniel. Want waar is Frikandel? Ja, ik denk dat hij zo erg gecrashed zijn dat hij service hebben moeten doen. Zou kunnen nu zijn service hebben gedaan dat ze dus ook niet meer in de chat zijn. Dat ze niet kunnen typen. Ja, we zijn inderdaad in Luxemburg. We komen er zo aan. Het zou kunnen natuurlijk. Oh nee, Frikandel! Ja! Oké. Okay. En Bakkertje. Oké, okay, dat is wel de hele groep volgens mij. Nice, oké. Okay, ja, hier hebben we volgens mij iedereen weer. En Melvin en Jack Gamer. Jack werd net wel een idioot genoemd, dat is niet zo lief. Oh, en dat is volgens mij Melvin die de rackban kreeg. Yikes. Er ontstaat ruzie in de convoy. Hier hebben we ook Lucas. Volgens mij hebben we iedereen nu wel weer, hoor. Ja, oké, okay, dit zijn wel weer mensen. Frikandel is nu voor ons. Die moet dus nu weer gaan oppassen, want ik kom eraan. Oh, hier moeten we nog rechtdoor. Ik dacht al, moeten we die file induiken? Waar gaat Frikandel heen? Wow, Frikandel is dronken. Wow, wow, wow. Oh my god, ik keek ook helemaal niet in mijn spiegel of ik naar links ging. Dat is wel een rookie mistake. Dat moet je eigenlijk al doen. Moet je al zien aankomen. Dat is wel echt dom. Even gewoon voor mijn confidence met afrijden. Had ik dat al goed willen doen. Nou, kijk, daar ging het wel goed. Er gebeuren hier weirde dingen, man. Wow, 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 wow. Wat gebeurt hier? Oh, dit is gewoon file. Oh, oké, okay. Ik stond op het punt om echt keihard naar rechts te chasen. Maar goed dat ik dat niet heb gedaan. Moeten we eigenlijk alvast rechts even gaan. Oh, wat lief dat hij mij een plekje gunnen. Sorry dat het nu iets stiller is allemaal. Het spijt me. Ik moet even focussen. Want holy damn. Jullie zien die bolletjes wel rechtsonder. Oh my god, het is hier druk. Ik heb het nog nooit zo druk gezien hier. Oh my god, ja, de chat die begint al lekker levendig te worden.
Oh my lord. Dit gaat insane lang duren. Ik weet oprecht niet of we deze rit af kunnen gaan maken. Dit gaat bizar worden. Mensen staan ook dik op de vluchtstrook, wat niet mag. Als iemand achterkomt op de vluchtstrook, ga ik hem zo blokken. Dat lijkt me leuk om te doen. Dit is insane. Oh, hij wil erin trouwens. Oké, nee, ik dacht dat die vluchtstrook bleef rijden. Sorry, ik was niet aan het opletten. Oeps. Nu ben ik tegen hem aangegaan. Ja, iedereen moet nu ook hierheen. Kijk, iedereen moet daar gaan voegen. Ja, die lander die gaat vluchtstrook. Wow, ik word geduwd hier. Oh, ik wilde die lander pakken. Hey, Mr. Skeleton. Oh, sorry. Dit is insane, man. Iedereen blijft ook alleen maar stilstaan. Die skeleton is in slaap gevallen, volgens mij. Daniel Rij. Ja, maar nu mag je ook niet meer wisselen. Ja, en dan gaat nu die skeleton weer rijden. Oh my god, deze... What? Ja, en nu moet ik daar weer heen. Eigenlijk mocht je ook niet wisselen, maar ja. Als iemand stil gaat staan. Dankjewel. Oh, ga maar. Ga maar. Oh. Shilskania wil nu ineens niet meer. Sorry. Nee, nee, maakt niet uit. Oh my god, dit is stressvol. Dit is stressvol, man. Er gebeuren constant allemaal dingen. Deze guy gaat er nu aan, man, die Sil. Als je langs rijdt, laat ik je erdoor. Ja, oké, maar we blijven wel gewoon hierin staan, want het boeit niet echt. Als ik twee plekken opschuif, dat heeft eigenlijk nul zin. Je staat hier minimaal een half uur in vast. Dus die twee plekken, wat boeit dat dan nog? Ik denk dat we zo gewoon moeten towen eigenlijk. Ik begin ook een beetje moe te worden, to be honest. Ik sta nu elke keer wel redelijk vroeg op. Ik begin een beetje moe te worden. Dit is insane, man. Even serieus. We zijn nog lang niet in die lus. En daarna wordt het ook nog echt lijp. Letterlijk. Echt lijp. Hey, Bas Boerster ook. Maar dat is denk ik geen kijker. Die denkt van wat? Er zijn allemaal Nederlanders. Iedereen wordt hier ook echt gewoon gerecord, man. Dit is niet eens meer grappen. Dit is niet eens meer grappen. Rijden, gas, planken, planken. Ja, dan word ik keihard geband. En bovendien gaat het ook niet eens lukken. Mensen gaan je gewoon voor je staan. De man is aan het typen terwijl ik aan het rijden ben. Rij. Ik ga hem denk ik even op automaat zetten, man. Oh, het is gelukt. Ja, sorry hoor, ik zet hem echt even op automaat. Dan kan ik ook iets chiller chat kijken en hoef ik niet zo te zweten, zeg maar. Het is namelijk soms zo lastig. Ik zet hem dan ook even hier. Het sturen is nu toch niet erg nodig. Kijk, dan kan ik nu gewoon normaal chat kijken. Kan het ook op PS4? Nee, dit is voor zover ik weet alleen maar op PC. Sorry, ik was even weg, maakt niet uit. Ik reed net achter je, komt iemand mij vol beuken. Oh, jij bent Ruben. Tja, dat is wat Truckers NP is. Als we door de lus zijn, valt het wel mee.
Kom door een stoplicht. Oh ja, dat is waar natuurlijk. Hier is een stoplicht inderdaad. Dat vergeet ik altijd. Het is niet echt een dikke file. Oh, sorry. Ik heb nu pas door dat ik elke keer naar achter rij. Dus ik heb Simple Automatic aangezet. Maar het is gelukkig een fan die achter me rijdt. Die Bas die denkt echt van, wow, er's zijn gewoon Nederlanders. Oei, daar gaat Skellington. Hij is geband? Wat heeft hij dan gedaan? Hé, hey, Melvin is daar ineens gespand. Daniel. Wat is er met Daniel? Truckers MP be like. Dit is wat Truckers MP is. Hoeveel stroken zijn het ook? Dat zie ik niet eens. Oh, er is nu net een strook bijgekomen. Nee, dat is vluchtstrook. Ja, ik weet ook nu niet echt wat ik moet zeggen, to be honest. Ik ben aan het focussen en er is alleen maar getoeter. Het is echt bizar, man. Echt bizar. Dit is zo lijp, maar... Ja. Dit is gewoon... Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Het is gewoon weird. Het is gewoon weird. Nou, hey, vertel eventjes wat leuke verhalen in de chat... Stel even wat leuke vragen, niet ja-nee vragen. Even leuke open vragen, want ik denk dat we hier nog wel een tijdje vaststaan. Daar rijdt ook gewoon een auto in de berm. Dit is echt wel een insane dag in Truckers MP, volgens mij. Dus ik ga eventjes leuk chat kijken dan maar. Je bent mijn favoriete YouTuber, tof om te horen, Sven. Doe je met mods? Dit is met Truckers MP en sneeuw mods. Rij hem... Aan die rotauto, Dante. Wat? Silscania ga ik niet aanrijden. Silscania is maar meer. Heb je huisdieren? Nee, ik heb geen huisdieren. Wat vind je van België? Niet zo nice, man, als ik dit zo zie. Nee, ik ben wel eens in België geweest. Ik, ja, gewoon leuk. Gewoon leuk. Gewoon leuk. Niks mis mee. Niks mis mee, zeker niet. Wat voor soort leerling was je vroeger? Kijk, dat zijn de epic vragen van Noxky. Here we go, we hebben een gespreksonderwerp. Woe! Even de stream was even down, maar nu zijn we weer op. Ik was eerst bizar stil, alleen maar janken. Dat. Nou, ik weet het niet meer echt eigenlijk. Peuterspeel zijn zo, weet ik niet echt. Maar toen groep 2. Toen, ja, toen was ik een beetje... Eerst was ik heel sip en sad, omdat ik de klas niet kende. Zij kenden elkaar allemaal wel. Maar daarna werd het wel iets beter. In groep 2. Maar toen in 3 en 4 werd ik steeds meer gewoon verlegen en janken. En dat is het. Ik moet die trouwens even in. I kind of forgot. Dankjewel, Jack Gamer. Appreciate it, buddy. Sorry. Oh, trouwens. Nu is het al veel minder erg. Crap. Recording. Oké, dankjewel. Ik hoop dat ik geen rare dingen heb gedaan, want ik volgens mij wel heb gedaan. Ja, waar waren we nou? Oh my god, het gaat echt lijp sneeuwen nu, man. Oh, dat is wel knus. Kijk, dit is weer leuk. Yes, yes, we zijn er weer. Yup. Here we go. Feels good. Ja, toen was ik dus eerst dat. Toen ging ik op karate en later ook op kickboksen. Ik moet trouwens naar links. Oeps. Ja, ik ben nu gewend van rijles rechts voor sorteren altijd. Nee. Ga maar. Kan ik rijden? Oké, dankjewel. Ik weet niet waarom ik ineens niet meer kon rijden. Wow. Nice. Oh ja. Rij anders nog maar even lekker door. Oh my god. Nu moet ik weer gaan focussen. Nu wordt het weer een warre verhaal.
Ik dacht anders had ik je nooit meer gevolgd over de vraag van België. Nee, maar hoezo zou ik ook per se België haten? Like, what the hell? Ja, ik moet dat antwoord natuurlijk wel geven, anders gaan de Belgische kijkers weg. Wat gebeurt er ook, man? Oh, nu vind ik het wel weer leuk. Oh my god. Wat doet deze idioot, man? Die is aan het spookrijden of zo. Waar komt die überhaupt ook vandaan eigenlijk? Oh my god. Wat doet deze dude? Waar, even serieus, waar kwam die vandaan? Ik ben half aan het slapen, zeg maar. Waar kwam deze dude vandaan? Hij kan wel leuk gaan toeteren, maar het stoplicht die heeft geen oren, hè? Het gaat even duren, ja. Holy moly. Maar ja, toen ging ik ook karate en kickboksen. Toen werd ik wel... Oh nee, het gaat niet op groen. Wat is hier gebeurd dan? Oh my god, deze dude blokt het expres. Wat een asshole. Sorry, ik moet even focussen. Sorry, Noxky. Oh, hij blokt nu dit. Oh, dat is zo leuk, man. Ik wil dat ook wel doen, eigenlijk. Maar ik weet er niet, moet je hier dan nu rechts uitkomen of links? Dat weet ik nog steeds niet, ook heb ik 45 rijlessen gehad. Nice. Ja, maar toen ging ik op karate en kickboksen. En toen werd ik al een stuk meer zelfverzekerd. En toen ging ik YouTube doen. En toen werd ik wel echt veel meer zelfverzekerd. En ik was altijd op zich wel gewoon brave leerlingen op school. Nou ja, braaf. Ik was gewoon niet zo aanwezig. Op een gegeven moment dus wel meer. Ik was dan gewoon druk en aanwezig. Maar niet echt een asshole. Alleen, ik had altijd een beetje zo van zero shits given to school. Ik had altijd zo'n attitude van school is bullshit. Dus dat vond de leraar volgens mij wel een beetje annoying. Maar trouwens, kijk deze mega file even tussendoor. In flipping sane. We rijden hier nu langs en ik was aan het praten, maar check dit, man. Oh my lord, dat getoeter. En Matthijs staat hierin. Kijk, daar staat Matthijs. Daar is hij, hoor. Oh my god, toevallig dat ik dat dan nu zo zie. Oh my god. Hey, Matthijs. Hallo, Daniel. Ik hoop dat hij het ziet. Oh my god. Grappig dat hij daar dan nu zo in staat. Deze file is echt insane. Ik heb denk ik nog nooit zo groot gezien. Ik heb ook nog nooit zo langs gereden, zeg maar. Cool. Oh, we zijn ook bijna in Calais trouwens. Dat denk ik niet eens door. Hallo, Sales Scania. Maar het is zo'n warrig verhaal, het spijt me. Ik vroeg natuurlijk naar diepe vragen, maar toen liep het ineens allemaal weer. Maar ja, toen was ik op zich wel aanwezig. In de eerste was ik gewoon zo'n brugpieper. Een beetje een soort van halfbakken leren, sessies halen. Scheid aan Frans en Duits en dat soort dingen. Ik zou in de eerste ook blijven zitten eigenlijk. Omdat ik had echt een 1 voor handvaardigheid. Omdat... Keertje was mijn werkje gestolen of zo. En toen had ik helemaal scheid aan dat vak. Oh my god, wat doet deze auto hier rechts? Ik weet het niet. Het zal wel. Oké, okay, nice. Wat de... Oh my god. Bijna een whiplash. Hoi, daar is kolonel Mark. Maar mag hij dit echt doen, zo dit blokkeren? Hij blokkeert toch gewoon mensen? Oh. I ain't going in Calais no more until I buy a new PC. Oh my god, handrem, ja. Weet je mijn naam nog? Noah, toch? Dat is toch Noxky, is Noah. Denk ik. Ik hoop het. Zijn we weer, Klonnie? Yup. Feels good, the saint is terug. Maar ja, dat was in de eerste en de tweede nieuwe school. Daar lieten ze me niet gewoon zitten, zeg maar. Ging het toen goed? Ik weet de tweede eigenlijk niet echt meer. Derde, ook niet echt. Vanaf vierde ging ik ineens heel erg mijn best doen op school. En toen was ik echt een hele... Nou ja, ik was
wel een brave leerling. Ik volgde alles op. Ik had de goede cijfers. Maar ik was alsnog die aanwezige dude die dan gewoon heel veel aan het kletsen was. Dat was ik altijd wel. Na kickboksen en karate en wushu was ik altijd wel gewoon zo'n tetter kind. Gewoon constant praten. Boe! Yeah! Hey, is dit ook gewoon niet een dik rood stoplicht waar jullie doorheen gaan? Hé, hey, dat is Bas Boer. Hallo. Nou, nu krijg ik weer rood. Ja, deze mensen hadden waarschijnlijk dan net groen. Die staan dan eerst heel lang vast. Maar kijk, die sky... Oh, wat, hij blokt hem. Wat sick. Oh, maar hij heeft ook rood trouwens. Deze guy heeft ook aparte smaak met zijn truck. Sorry, Klonie. Maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Oh, kolonel blokt het ook. Het is zo epic. Oké, ik moet trouwens wel even gaan inzoomen. Wow! Oh my god! Wat is dit nou weer voor een weirde dude die aan het squeezen is? Hé, uitritten, hè, meneer. Leer anders even je theorie. Die is niet rechts, hé, voorrang. Ze uitrit. Ja, dit mag ook allemaal niet. Weg. Ja, beuk anders nog even tegen mijn truck aan, verdorie. Maar in Calais ben ik altijd nep boos, zeg maar. Ik vind het altijd leuk om dan, zeg maar, nep boos te zijn. Calais kan je het ook gewoon verwachten. Je moet hier niet komen als je snel opgefokt raakt. Eigenlijk. Lek is wel echt insane. Het is amper kijkbaar, ben ik bang. Maar we zijn er bijna. We moeten nog eventjes... uithouden, hallo? Monster killer, heet deze dude ook. Wat gebeurt er hier weer dan? Oh, dat is Daniel. He ain't driving, man. Iemand heeft een 3060 Ti. 16 gigabyte RAM. 8 FPS. Nice. Ja, dat is ook wel een reden waardoor het hier zo chaotisch is. Want sommige mensen laggen zo bizar hard. Ik kom er niet eens doorheen. Nee, insane echt. Oh my god, dit gaat ook echt chaotisch worden. En dit is ook geen voorrangsweg. Yikes. Anders had je gewoon door kunnen rijden. Ronnie, ik weet wel dat jij HAVO deed. Ja, ik weet inderdaad HAVO. Epic. Wij gaan straks een Eurotruck naar België gaan. Hiervoor waren we in België. Eigenlijk brengen we heel de stream al zo'n beetje door in België. Oh my god, kijk. Die kolonel en zo, die zijn aan het blokken. Maar dat mag toch niet? Want wij moeten hier voorrang verlenen. Ze zijn hier met illegale dingen bezig. Wat staat op dit bord? Oudet de passage. Ja, mag. Maar die auto gaat niet. Nice, we kunnen... Oh, die dende. Wat? Wow, wow, wow. Die dude blokkeerde hem gewoon. Ik weet niet of die... of die ene dude in die zwarte auto... Of dat nou echt een mod is of zo. Want die neemt heel veel authority, zeg maar. Ja, hier. Die Kiroka. Die chat ook heel veel. Oké, eindelijk. Weg van deze hel. En dan blokkeren ze mij hier nu. Die Scania. Boom! Oké, ik wil hier nooit meer zijn. I'm in a hurry. Goodbye. Klondie, hoe lang ga je nog? We zijn nu 2 uur bezig. Ik kan nog wel eventjes in de auto gaan. We gaan even een auto kopen. Geen idee waar ik dan beland. Er gebeurt zoveel hier. Ja, dat is Calais for you. De drukste plek in de game. Hoe heb je 8,2 miljoen C-file geëdit? Volvo is geopend. Maar... Ik haal wel gewoon die Mercedes of zo. Oh ja, deze. Die Mustang. Damn. Deze wil ik eigenlijk wel, man. Nee, deze niet. We halen die Mustang. Wat? Only for patrons. Oh, dan halen we deze. Wow, mijn alien apparaat. Upgrades. AI public.
Custom color. Oké, nou we gaan hem heel lelijk maken. Oh, dit is zo lelijk. Ja, dat gaan we niet doen. We gaan niet metallic. Weet ik veel, man. Roze. Zo, klaar. Kan je dit wel aan... Oh, damn. Oh, dat kan volgens mij niet. Ah, oké. Okay. Oh, wel. Wat hebben we hier? Dit kan je helemaal niet aanpassen. Op zich wel logisch. Oké, okay, weet je wat? Do you want to cancel? Yes. Ik doe dit. Doen we kleurtje. Roze. En dan kopen we een bam. 14k ook maar. Zo goedkoop. Purchase. Yes, I want to drive my new truck. Boom. 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 Oké, nu ben ik volgens mij weer in Rotterdam. Ja, we zijn nu bij Europoort. Oké, boys. Ik ben weer in Rotterdam. Mijn stuurwiel beweegt heel langzaam. Hé, dat was een donatie trouwens. Oh shit, sorry. Dat was ik helemaal vergeten. Hé, we hebben een donatie van Sven met de 1 euro. Super duper bedankt, bro. I appreciate it. Pepijn, een minuut geleden. Nog een keer 3 euro. Dat is flipping 12 euro in totaal. Spam even allemaal Pepijn in de chat. Nog even geld uitgeven aan je. Heel erg bedankt, Pepijn. Wordt zeker gewaardeerd. Dat gaat naar Eurotruck DLC's. Nee, weet ik niet. Let's go, Sven, inderdaad. En Pepijn. En Pepijn, of course. Daar gaan we weer. We gaan niet heel lang meer door, maar ik wil even autotesten, want dat heb ik nog nooit gedaan. Even kijken. Ik wil trouwens ook wel weten hoe je een pilot car krijgt. Maar voor nu dit. Dit is best wel sick. Je hebt ook gewoon die sneeuw hier. Als we even... Oei, die klinkt nice. Oh, dit is ook echt cool. Oké, we hebben spiegels die werken. We hebben navigatie. We hebben windshield wipers die gewoon werken. Hoe zien we eruit? Heel flipping cool. Met een hele rare trekhaak. Oh my god. God, dit ding kan optrekken. Ja, dat heb ik nu al door. Weet je wat? We gaan naar Calais. Oké. En dan gaan we ook door Brussel. Dus dat is nice. Oké, zo, ik hou deze ook automaat. Oh, maar als ik dit in automaat ga rijden, gaat het gewoon niet goed komen. Het gaat chaotisch worden. Je hebt wel heel erg veel zicht eigenlijk. Hiermee kan je wel een beetje oefenen om te rijden. Eigenlijk echt totaal niet. Wow. Damn! Ik heb echt een monster onder mijn kont hier, man. Damn. Oh, hiermee moeten we zo meteen even gaan optrekken. Bijna gekikt. Och, daar vielen we bijna om, of niet? Ja, ik kan deze oprecht wel omgooien, denk ik. Bro, die suspension is echt insane. Oh, we gaan maar niet hard, omdat er speed limiter is, natuurlijk. Oh my god, no. Yo, hoezo is de speed limit ook zo erg voor auto's? Maar die hebben ze... Oh nee, nu gaan we wel naar 80. Ah ja, dat is jammer, je hebt je speed limiter. Ja, op zich houdt dat me een beetje in bedwang, natuurlijk. Oh, hier kan je ook daadwerkelijk normaal in je spiegel kijken. Die achteruitkijkspiegel is echt nutteloos. Ik moet nog wel even mijn stability aanpassen. Oh, ik ga gewoon omvallen hier, man. Holy moly. Wat? Deze dude is aan het spookrijden. Insane. Dit is oprecht wel leuk, man. Even serieus. What? Alleen ik moet die stability even aanpassen, want ik ga echt keihard omvallen. Kijk dit, man. Je bent Mr. Wabble. Ik ben aan het wabbelen. Oh. Och, daar ging ik bijna. Daar ging ik bijna. We zijn op deze manier binnen no time in Calais. Wacht, ik ga hier even stoppen. Zo. En dan zetten we even die stability. Gameplay. En volgens mij hier zetten we nu stability op 100% suspension stiffness. Weet ik veel. Zo. Torque, braking intensity. Zo. Dan zet ik altijd voor truckers een beetje hoger. Koop een caravan. Oh ja. Hé, hey, daar is iedereen weer. Damn. Al die pilot cars hier super sick zo op deze manier. Nu zijn we echt allemaal auto's. Even kijken. Donatietje. Van wie was dat?
Zou kunnen dat het typisch stream, superchat was. Zometeen ga ik wel de stream afsluiten trouwens. Oh nee, Kevin, een paar seconden geleden met Strijder, met de 3 euro. Heel erg bedankt, Kevin. Dikke shout-out naar u. Dikke shout-out naar u. Sorry, ik was even aan het kijken. Heb ik al bericht gezegd? Hij heeft Strijder gezegd. Jij bent ook een Strijder, Kevin. Jullie allemaal. Oh my god. Is dat nog een donatie? Oh my god, weer Pepijn. A few seconds ago. Even vandaag 15 uitgeven voor je eigen auto als je rijbewijs haalt. Dankjewel, Pepijn. Hij heeft nog een keer... Oh my god, al die donaties. Hij heeft nog een keer 3 euro gedoneerd. Oh nee, deze is van Sven Game, de superchat. Oké, nee, maar Pepijn, nog een keer met de 3 euro. Bij elkaar 15 euro. Super duper bedankt, Pepijn. Ja, dat is voor de auto die jullie gaan zien wanneer ik mijn rijbewijs heb. Dankjewel, bro. I appreciate it. Oké, daar gaan we. Heel de weg wordt hij afgezet. Insane. Oh my god. Ik had niet verwacht dat hij daarin zou gaan. En hij heeft zichzelf eventjes lekker geparkeerd tegen de vangrail aan. Nou, daar gaan we met z'n allen in de auto. Iedereen heeft nu een auto zo'n beetje. Dat is wel sick. Oh, nu hebben we ook die stability. Nou, voor mijn gevoel kan ik alsnog omflikkeren, hoor. Wow. Wat gebeurt er? Nou, wel veel minder. Damn. We gaan nu echt hard, man. 110. 120, 130. Gas, vasta, linkerbaan. Damn, joh. Ik hou gewoon oprecht nu die linkerbaan. Want nu mag dat ook gewoon. Met truck mag dat meestal niet. Oké, hier dan wel, maar... Insane. Daar gaan we. Oh ja, Calais duurt nog best wel lang. We gaan niet helemaal naar Calais toe. Zometeen stop ik wel even ergens. Het is meer om even de auto uit te testen. Hier gaan we nu zo. Dat is altijd leuk om te doen. Met een truck is het dan wel toch iets enger of zo. Dit is gewoon makkelijk. Dit is leuk, zeg. Maakt het wel heel makkelijk, maar... Het voelt ook echt totaal niet als een echte auto. Ik moet een buy livery kopen. Ja, oké, die was voor deze auto er niet. Dus dat is jammer. Hier is Calais trouwens. Dus gaan we hier niet heen. Calais Lille. Ja, die staan wel echt dik hard in deze file. Maar ik ben gewoon benieuwd. Oh, dit is volgens mij waar ik de vorige keer gecrashed was. Ja, dit is het. Oh my god. Hier ga ik wel even in. Third person. Ik wacht wel gewoon, joh. Ik had kunnen gaan eigenlijk. Ik had oprecht kunnen gaan. Maar ja, ik wil nu even safe spelen. Omdat ik hier de vorige keer bijna geband werd. Oh, laat hij mij nu voor? Oh, ja, dat was niet helemaal de bedoeling, bro. Ik was al aan het rollen. Ik was zeg maar aan het rollen om na hem te gaan. Ja, en nu staan we weer dik hard in de file. Nice. Dit is een mod, denk ik. Yo, Dante. Cronus time. What the F are you honking at? Dit is Alex domein. 110 op de afrit een beetje fout gegaan. Oh my god. Die Cronus Times heeft volgens mij niet echt door wat de verkeersregels zijn. Hoe kan deze dude hier blijven staan? Hoe is hij nog niet gekikt? Niemand zegt ook Rack Ben. Dan blijft hij ook gewoon staan. Ja, nu zit hij een beetje gesandwiched. Toedeloe. Ja, sorry. Ik ben nog niet gewend aan die automan. Die trekt zo verschrikkelijk snel op. Is echt insane. Zeg, een soort turbo. En aan het begin doet hij niks en dan pakt hij hem ineens. Oeps. Hey, donatie van Noxky. Ik dacht dat je aan het sparen was. Nee, 2 euro. Dit even gewoon voor je te steunen. Dit is alles. Heel erg bedankt, Noxky. Maakt echt helemaal niet uit of dit het maar is. Dit is al insane. En ook met je lidmaatschap en zo. Super bedankt, echt. Noxky die support al best wel lang. Echt insane. Noxky is er echt elke stream bij. Spam even Noxky in de chat. Wat gebeurt er allemaal?
Oh, kijk al die pilot cards hier nu. Dus kolonel Mark, Daniel. Oh, Daniel heeft een caravan. Dit is leuk. Leuk even 2 euro. Ja, sowieso. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Willen jullie trouwens nog dat ik doorga? Of willen jullie dat ik zo meteen de stream ga stoppen? Wat willen jullie? Weet je wat? Ik ga je zo wel even in de berm parkeren. We staan nu ook een soort van achteraan de file. Ik weet niet echt. Gewoon voor nu. Laat even weten of jullie willen dat ik nog doorga met de stream. Ik moet alleen zelf nog even kijken. Ik moet nog wel andere dingen doen. Ik ga vanavond heel vroeg naar bed. En ik ga nog even een filmpje opnemen natuurlijk. En ik moet nog avond eten. Dus ja. Hoe lang speel ik Euro Truck Simulator? Ik speel sinds de release in 2012 of zo was dat, volgens mij. Dus al best wel lang. Nou heb ik ook weer niet zo mega veel uur. Volgens mij heb ik echt maar 130 uur of zo. Maar gewoon on en off speel ik het al jarenlang. Wat gebeurt er? Oh my lord! It feels bad, man. Als je het streamt, maak je wel veel crashes mee. Dat is wel leuk. Dat is wel echt leuk. Oh my god, wat is daar ook weer gebeurd? Echt geen idee. Deze dude heeft nu ook een paarse auto gekocht. Oh. Admin. Kijk die dude in de chat. Oh, er staat letterlijk mijn cam voor. Heb ik nu pas door. Heel de stream staat mijn cam voor de chat. Is misschien ook maar goed ook, want soms wordt er gescholden. Maar iemand zegt, ja oké, okay, zoals nu. Nu is het misschien maar nice dat er zeg maar mijn cam ervoor staat. Als je doorgaat, kan ik niet meer helpen, want ik moest weer eten. Oh ja, dat is waar ook. Heel veel mensen moeten eten. Nee, dan sluit ik wel gewoon de stream af, denk ik. Anders voelen mensen ook dat ze iets missen. Is het gewoon Truckers NP? Yup. Net speelden we ook wel in een truck, hoor. Nu alleen in auto. Welke game is dit? Dit is Euro Truck Simulator 2 met de Truckers NP mod. De Truckers NP mod inhoudt is dat je vrijwillig in files gaat met andere mensen. Wow. Oké. Ik weet niet wat dat was. Die dude wilde ons gewoon volgens mij laten schrikken. Dat is wat ik ook altijd deed in video's. We staan ook echt achteraan de file. We kunnen trouwens inhalen. Oh, dat kan makkelijk. Oh nee. Nee, de render distance was er even niet. Oh, daar kan je voor. Stel je rijdt nu, dan kan je voor die groene. Dat is trouwens echt eng, man. Dat hoef je niet echt met rijles te doen. Wel is er volgens mij een hele slome auto voor je rijdt, maar zo inhalen. Zo op zo'n één lane weg. Dat lijkt me echt eng. Gas. En sorry. Iedereen zegt sorry. Hey, nog een donatie. Zou kunnen... Oh ja, dat is Noxy, denk ik, die nu in beeld staat. Heel erg bedankt nog steeds. Dante, in ruil voor al mijn donaties, mag ik dan een keer een video opnemen met jou? Ja, sorry, het spijt me heel erg, maar eigenlijk doe ik dat niet. Zomaar met mensen video's opnemen, omdat... ja, er zijn heel veel mensen die dat willen. Ook heel veel mensen die doneren die dat willen. En dat betekent dat ik echt... In het geval van donaties, ja, misschien met tientallen mensen moet spelen. Trouwens, wat gebeurt hier? Oh my god. Ik kan niet eens normaal iets zeggen, man, in deze game. Oh my god! Ik was mijn verhaal aan het vertellen. Nee, maar... Ja, er zijn dan in het geval van donaties tientallen mensen. In het geval van gewoon normaal mensen die willen opnemen, echt bizar veel mensen. En ja, dan kan ik niks anders meer doen in mijn leven dan alleen maar opnemen met mensen, dus... Ja, meestal, dat accepteer ik dan eigenlijk niet van dat soort aanvragen. Ja, ik hoop dat je dat begrijpt, zeg maar. Het spijt me, maar alsnog wel heel erg bedankt voor je support. Ik rijd in de blauwe auto.
Iliano. Dat is Mr. Chrono Time, toch? Oh nee, Truck Thunder. Oh ja. Epic. Waarom rijden deze mensen nog steeds vluchtstrook? Ik ga gewoon inhalen. Ja, dat wilde hij niet, hè? Oh, sorry, ik remde per ongeluk. Oh ja, nu is hij boos. Nu is hij boos. Nu is hij echt boos. Ik remde oprecht per ongeluk. Remmen van dit ding zijn zo verschrikkelijk sterk, echt. Ja, en ineens stopt het hier. Dit echt, oh my god. Ja, dit is zeg maar wat ik ook bedoelde in de video. Als je in een file gaat, dan is het echt gewoon een speedrun om geband te worden. Want of je remt te veel, of je remt te weinig. Omdat Eurotruck remmen zijn echt heel goofy. Welkom bij Truckers NB. Kom een keer spel spelen in Roblox. Ja, misschien als ik weer een Roblox stream of zo, kan ik eerder de link sturen. Nog even kijken hoe ik dat ga doen. Ik weet niet. Wow, we snappen het. Stop. Oh my god, er is niks. Stop. Oh my god, ik word echt doof hier. Want als je dit ziet, kijk je wie is de mol. Niet meer. Ik heb volgens mij twee... Hoe kan die dude zonder zero collisions? Dat weet ik ook. Maar ik keek twee seizoenen 4 jaar geleden of zo. Ja, nice. Hier word ik ook heel vrolijk van, zeg maar. Oh my god, wat gebeurt er? Oh my god. Al deze auto's. Ik heb deze dude ingehaald en hij pakt gewoon zijn plek terug. In Ale heeft hij ook zo nul nut, hè. Ik moet echt eten. Ga dan lekker eten, joh. Misschien sluit ik hier ook wel de stream af. Want als ik hier voor me kijk, dit gaat gewoon oneindig lang duren. Al mensen blijven crashen. Mensen denken nu dat ik ga inhalen op de vluchtstrook. Maar ik ga gewoon even... Nee, je hoeft niet panisch te doen. Je hoeft niet panisch te doen. Je hoeft oprecht niet panisch te doen. Ik ben de enige autospeler die je kan vertrouwen. Ja, jij gaat blokken, maar dat ga ik oprecht niet doen. Dat ga ik oprecht niet doen. Ik ga hier gewoon staan om te pauzeren. En om lekker weg te tp'en. Want dit gaan we eens even lekker niet doen. We gaan lekker naar Calais teleporteren. En verlies doorgaan, ja, maar ik begin ook al een beetje honger te krijgen. En ook een beetje moe, to be honest. Oh my god, ik had niet naar Calais moeten gaan, want later duurt alleen maar langer. Ik doe even een koptelefoon op, trouwens. Och. Even af van al dat getoeter, joh. Oh my god, nou dat was hem. Ik ga hem hier eventjes afsluiten. Boom. Holy flippin' moly. Ik moet ook heel nodig naar de wc trouwens. Dus maar goed dat ik het nu ga afsluiten. We doen nog eventjes één laatste naamrondje. En dan ga ik het afsluiten. Ik ga alvast de donateurs bedanken. Want holy moly, we hebben Tim, Rapper Shores, Pepijn met insane donaties. Kevin, Noxky. En dan moet ik nog even verder kijken. Want dan weet ik het even niet meer. Ja, dan hebben we Lucas, Spidey, Sven, Nursebabe, Gijs. Heb ik Gijs gehad? Oh my god, Gijs. Ben je er nog, Gijs? Heb ik jouw donaties wel gehad? Oh nee, wacht. Er waren donation sounds en die was ik toen vergeten te checken, of niet? Oh my god, Gijs heeft 2 keer 1 euro gedoneerd. Gijs, ben je er nog? Gijs. Oh my god. Heel erg bedankt, bro. I'm sorry als ik er per ongeluk geskipt heb. Oh my god, dit is zo erg. Ik hoop dat je nog bent. Noah, Vincent, Mika, Daniel, Len, Yamo, Amado, Pim, Aaron, Ruben. Eet smakelijk, dankjewel. Ja, waarschijnlijk gaan we pas eten over een uur of zo, maar ik heb nu wel honger. Vincent, Matthijs, Sven, Milan, Filan, Bobby, Jason, Noah, Jaden, Diano, Jarno, Luc, Tigo, Livio, Len, Tijmen, Mika, Rio, Neal,
Matisse, Freya, Cas, Damien, Vincent, Deano, Philippe. Even kijken hoeveel likes we nu hebben. Smash trouwens nog eventjes op die like. We gaan proberen om zoveel mogelijk likes te halen. Oh, hier, we hebben niet eens 500. Hey, kunnen we nog die 500 aantikken? Nog maar 70 likes ongeveer. Kom op, dat moet toch nog wel lukken voor het einde. Kom op, even allemaal liken. Je had mijn naam dus goed geraden. Ja, insane, ik dacht het net al. Maak elke dag leuker wanneer er... Klonnie maakt elke dag leuker wanneer er een nieuw video online komt. En zeker wanneer het een livestream is. Oh, dankjewel. Dat voelt echt goed om te horen. Ik ben blij dat er gewoon mensen zo blij worden van mijn video's. En dat is ook wel waarom ik doorga. Snap je, hè? Ja, heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Echt lief. Matthijs, Tijmen, Neal, Mats. Nog een keer Mats. Een andere Mats dit keer. Mees, Daniel, Mick, Dani. Succes met je rijbewijs. Het was gezellig. Tot de volgende keer. Het was zeker weten gezellig. Het was even een slow start. Ik dacht eventjes van... Ik kreeg even flashbacks naar Roblox jailbreak of zo. Nee, ik dacht even, oh nee, wordt dit een stream vol met gewoon dat ik gesaboteerd word en zo. Maar uiteindelijk was het gewoon echt heel erg leuk. Maar ik dacht eerst even van, oh my lord, aan wat ben ik begonnen? Maar ja, het was gewoon leuk uiteindelijk. En ja, de succes ga ik zeker weten nodig hebben. Het gaat toch gewoon, ondanks dat ik voorbereid ben, het gaat gewoon sketchy worden, man. Dat examen. En deels een beetje geluk. Ik hoop het zo erg. Ik was eerst heel erg ready op dat ik zou falen. Nu heb ik hoop gekregen. En nu ben ik weer bang dat die hoop gecrushed gaat worden. Daar ben ik een beetje bang voor. Ik wacht elke dag weer wanneer je post. En ik krijg nog je merch. Dus ik ben weer heel excited. Oh, damn. Je hebt merch besteld. Nice, Jarno. Wat heb je precies besteld? Welk merch item? Veel plezier ermee, alvast. Of course. Ik ben al 5 jaar fan. Vind het nog steeds leuk. Damn, Mats is wel OG. Mats is OG. Egman love. Dankjewel. Dankjewel. Wat een lieve comments nu allemaal. Je bent mijn favoriete YouTuber. Dankjewel Sven. Sky. Bram. Venny. Heel veel mensen zijn ook gewoon echt heel de stream al insane. At Clonny Games is Dante. Ja. Zwart scherm. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Ik kan natuurlijk gewoon dit doen. I forgot eigenlijk. Sorry. Het gaat goed komen. Geloof in jezelf en je gaat strijden. Ah, dankjewel. Dankjewel. Maar toch weet je niet zeker dat het goed gaat komen, snap je? Want ik kan het op zich gewoon. Instructeur denkt dat ik er klaar voor ben. Maar het is niet dat ik in 2 uur rijles foutloos rijd. Al rijdt niemand foutloos, maar... I don't know. Ik draag jouw shirt. Oh, ja, maar dat is wel een must, hè, als je wist erin kijkt. Damn, Noxky is lid. Doneert veel. Kijkt elke stream en video. Heeft merch echt insane. Insane. Heel erg bedankt. Veel plezier met je rijbewijs. Damn! Mensen hebben veel vertrouwen in mij. Nog al gewoon veel plezier met je rijbewijs. Terwijl niet eens zeker is. Ah, maar nu moet het wel goed komen. Kom op. The gods hierboven. Die moeten mij nu toch gewoon gunnen. Veel succes met je rijexamen. Het komt sowieso goed. Je hebt al veel lessen gedaan. No worries. Ik kan niet zeggen no worries, want het is zo vroeg, hè. En ik ben geen ochtendmens. Het is zo'n donker, misschien regen. Ik heb op zich wel veel lessen gehad. En die instructeur zegt ook wel gewoon dat ik het heel serieus neem. We gaan het zien. We gaan het zien. Ik wilde eigenlijk vandaag nog even heel veel van die rijlesvideo's kijken. Maar toen dacht ik ineens, ik ga streamen. Dus dat moet ik vanavond nog even snel doen. En morgen. Echt even dat no-life, hè. Dante, letterlijk, ik ben met YouTube begonnen door jou. Really? Wat een lieve bericht de hele tijd. Oh my god, en hartjes en zo. Insane. Insane. Nou, ja, ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden. Ja. Heel erg bedankt. Ik weet nog wel niet wat ik moet antwoorden. Nee, maar nice. Ja. Ik geloof in je, je gaat het halen. Dankjewel, Spidey. Veel succes met je rijbewijs, dankjewel Sharon. Welke auto ga je kopen? Pff, geen idee, geen idee. Ik zag trouwens iemand die zei, ik ben kolonel Mark, maar ik ben nu weer van het zoeken. Gewoon goed ontbijtje eten, veel water drinken. Ja, water is inderdaad wel een goeie, oprecht. Nou, gaat goed komen. Misschien.
Morgenochtend 4 uur uit mijn bed moet werken. Hoe laat ga je dan wel niet slapen? Ik ga nu 9 uur naar bed en ik sta 9 uur op. In die game met autoles, weet je dat nog? Oh, City Car Driving. Crap, wie was nou Colonel Mark? Ik ben nu determined om het uit te vogelen. Ik kan die niet vinden. Hoe duur is Eurotruck? Als je wacht tot een sale, dan is het volgens mij echt een paar euro of zo. Oh ja, hier. Colonel Mark is games for normal. Dankjewel, bro. Ik weet nog steeds niet of je nou mod was of dat je gewoon authority had of zo. Ik, Pepijn, ben er nog en je gaat easy halen. Damn, Pepijn is er ook nog gewoon. What? Gaat easy halen. Oh, dank jullie wel, dank jullie wel. Als ik het heb gehaald, dan ga ik een Eurotruck stream doen. Dan ga ik even showen. Oh, nu heb ik wel een motivatieboost gekregen. Maar als ik morgen nog een rijles heb en het gaat super shit, dan moet ik weer streamen voor motivatie. Maar ik ga het hier afsluiten, anders zijn we alsnog heel lang bezig. Ik moet heel nodig naar de wc en ik heb honger. Oh, ik heb nu mijn koptelefoon niet op en er komen van die donatiedingetjes in beeld. Oh my god, ik keek net op het juiste moment. Even kijken. Oh, van Matthijs VDB. Oh my god, met 6,22 euro. Volgende keer weer samen rijden. Is goed, Matthijs. En jullie vonden dit volgens mij wel echt leuk. Dus ik doe dit wel nog een keertje. Dit keer iets beter voorbereid misschien. Dat ik alvast wat mods heb geregeld voor een dikke convoy. Insane. En ik zag jou ook nog daar in die file staan. Dat vond ik echt grappig, oprecht. Ik keek gewoon heel random en toen zag ik jou. Maar ik ga er vandoor. Heel erg bedankt voor alle lieve berichten. Voor alle donaties. Gewoon alle leuke momenten deze stream. En ik hoop dat ik mijn rijbewijs ga halen. Spannend. Spannend, oprecht. Maar voor nu, ik ga de stream weer afsluiten. Ik hoop dat jullie hem super awesome vonden. Smash nog eventjes op die like. Hebben we nog die 500 aangetikt? Oh, 482. Kom op, spam nog eventjes op die flipping like. Dan kunnen we nog even 500 halen wanneer ik de stream afsluit. Ja, voor nu, ik zie jullie bij de volgende stream of video later.